Ja, goedemiddag, dames en heren. Mijn naam is Yoeri Albrecht, ik ben directeur van de Balie en u bent hier aan de Balie, hartelijk welkom. U bent hier bij een Beeldbepalers-aflevering. Beeldbepalers is wat mij betreft onze vlaggenschip-serie, namelijk de serie waarin wij al jarenlang de belangrijkste in onze ogen beeldend kunstenaars van het land een avond met, voor en over hen doen. En in dit geval is het een middag, want we vragen altijd aan degene die het betreft: wat zou je willen doen? Wat zou je met ons willen maken? Wat zouden wij voor jou kunnen maken? En dat hebben we deze keer aan Marc Mulders gevraagd. En die zag meer in de middag dan een avond. En dat is ook een goed idee. Dus vandaar dat u hier 's middags om 4 uur bent. Wij zijn ongelooflijk verheugd dat Marc Mulders hier is. We zijn een paar keer naar hem toegereisd. Jan de Mosselman, redacteur van de Balie, en ik, om dit voor te bereiden. En daar kwamen wij in het paradijs. U moet zich voorstellen, hè, je rijdt richting Brabant, je denkt stinkende hallen, je denkt varkens, je denkt... Hè, maar je rijdt van de beaten track af en je rijdt over ongeasfalteerde wegen. Ik wist eigenlijk niet eens dat ze er nog waren in Nederland. Gelukkig zijn ze er nog. En dan rij je door lanen en dan kom je langs akkers. En op die akkers daar zie je een patrijs. Patrijs bestaan eigenlijk ook niet meer in Nederland, maar daar kennelijk wel. En dan kom je in een boerderij en daar bloeit het landschap en daar bloeien de bloemen. En daar wordt iets gemaakt wat zo ongelooflijk prachtig is. En waar de harmonie tussen landschap, schilder, kunstenaar, contemplatie zo direct en zo goed en zo ongelooflijk is. Dat we getracht hebben om iets daarvan hierheen te halen. En iets daarvan is Marc Mulders zelf natuurlijk. Maar ook iets daarvan zijn de glazen die u hier ziet. Iets daarvan zijn misschien de foto's en iets daarvan zijn de sprekers van vanmiddag. En iets daarvan is misschien ook de borrel na zessen als we klaar zijn met het intellectuele gedeelte. Ik geef het woord heel erg graag aan Marc Mulders. Ik wil nog één ding zeggen. Doet u uw telefoon uit. En het allerbelangrijkste, misschien ook toch wel, de serie Beeldbepalers wordt altijd mogelijk gemaakt door de Mondriaan Stichting. En daar zijn we ontzettend blij mee, want die zijn zeer ruimhartig in het mogelijk maken van zo'n middag. Want daardoor heb je eindelijk de mogelijkheid om met een kunstenaar te werken en te zorgen dat er ook budget is voor sprekers, voor dingen hierheen halen. Zoals deze prachtige glazen, die natuurlijk niet vanzelf hierheen komen. Dus hartelijk dank voor de Mondriaan Stichting en graag het woord aan Marc Mulders. Fijn, heel erg fijn dat je er bent. Dankjewel, Yoeri. Dankjewel. Dankjewel. Welkom allemaal, dames en heren. De muziek stond net niet zo hard, maar ik wil toch even zeggen welke nummers toen net gedraaid zijn als intro. Want wat ik direct ga vertellen, en waar ook Benno en Hans ook over zullen vertellen en refereren. Het impressionisme, de natuur, de schoonheid, de goedheid, de bloei, de bloem. Dat verwerk ik in mijn schilderijen. En die schilderijen zijn abstract. Daar gaat het verhaal eigenlijk ook heel erg over. De transitie van figuratie, van de bloemen. Schilderijen die ik vroeger maakte. En dat je op een schilderij de bloemen min of meer kon tellen. En de schilderijen nu die ik maak, die niet meer te tellen zijn aan bloemen. Aan iris of papegaaientulpen, maar die wel nog bloemig zijn. Over die transitie heb ik direct een beeldverhaal. En eigenlijk heb ik een tweesporenbeleid gebezigd de laatste 30 jaar, kwam ik achter. Dus dat ene verhaal op canvas, de olieverf. En het andere verhaal is eigenlijk in aquarelcollages en in glas in lood. Daar is meer een figuratie. En een figuratie die ook politiek religieus geladen kan zijn. Dus ik heb in glas in loodraam bijvoorbeeld David Beckham als Christus een keer verwerkt. Een foto van David Beckham uit de Vanity Fair, gezeefdrukt op glas. En ik wil dus zeggen dat ik in de glas en lood en in het aquarelcollage met vallen en opstaan en via de omtrekkende beweging van plaatjes pakken en laten zeefdrukken of als knipsel in aquarel toevoegen, vaak iets politiek-religieus wil en kan zeggen. Dat aspect komt dus vandaag niet aan bod, maar ik wilde wel iets laten zien daarvan met minstens deze 3 panelen. Dat is toch iets van glas en lood en het licht. Dat gaat natuurlijk vandaag ook echt over het licht. Dat het licht wel te aanschouwen is, het doorschijnend licht, het gelukzalig licht. En het gaat dus inderdaad, want Yoeri had een heel mooi verhaal net en inderdaad, het is paradijselijk, maar dat zal direct ook blijken. Het lijkt paradijselijk, maar soms denk ik van het is niet waar, het is de Efteling. Want er wordt ook heel veel gefaked bij ons. En natuurlijk, dankzij NRC is nu eindelijk de beer los en is het duidelijk dat het echt frauduleus is, de intensieve veehouderij. En ook daar gaat het vandaag niet over, maar die confrontatie van paradijselijk en het feit... Ik ben dit jaar ook voor het eerst niet meer gaan jagen, gaan jagen als drijver. Ik jaag niet zelf, maar ik ging als drijver mee, want de jacht vind ik toch een mooi facet op het landgoed waar ik woon. Dat heeft een traditie en het gaat over wildbeheer, dat is allemaal goed bedoeld. Maar vandaag de dag worden de verzanden natuurlijk gewoon 's nachts met de wagen gedropt. En is het een soort skybox-verhaal voor de jagers de volgende dag om te kletsen en te schieten. Dus ook dat is eigenlijk een soort antipode, zeg je dan, denk ik. Een soort anti. Maar wat dus des te meer mij misschien in beweging zet om stil te staan in deze apocalyptische tijden bij het goede, het schone. En wat ik nog steeds kan distilleren uit de natuur. Want de kosmos en de natuur heeft natuurlijk nog steeds zoveel waarheid. Daar is, denk ik, toch geen fake nieuws te bespeuren. En daar is voor de kunstenaar dus gewoon heel veel arbeid nog te verzetten. Dus dat andere aspect waar we het niet over gaan hebben, dat heb ik wel even willen illustreren met drie zangers. Billy Bragg, een soort troubadour-socialist uit Engeland. Hooray for the Riff Raff. Ik weet niet welk nummer het net was. Een Puerto-Ricaanse zangeres. Echt onthouden, fantastisch goed. En natuurlijk twee klassiekers, White Rabbit van Jefferson Airplane en Where Have All the Flowers Gone van Bonnie Thompson, dacht ik dat de achternaam was. En dat zijn gewoon hele mooie Flower Power nummertjes. En ik heb de Flower Power niet bewust meegemaakt, of helemaal niet meegemaakt. Maar ik heb wel het idee dat er, denk ik, nog wel een revival komt binnenkort bij de jongere generatie. Een soort van Flower Power. Dus ik vind Flower Power ook een belangrijk middel om, instrument om over na te denken en een soort statementmiddel. We beginnen nu met een filmpje van 6 minuten. En omdat dat, denk ik wel, dat is begin van het jaar gemaakt, een jaar geleden. Omdat ik een prijsje kreeg van de provincie Noord-Brabant. En dat filmpje zegt, denk ik, wel ook wel wat. En daarna ga ik vertellen over het werk en de natuur middels dia's. Oké, het filmpje mag beginnen. We zijn hier op landgoed Baast. Dat door de monnik is gesticht. Op een steenworp afstand van Eindhoven en Tilburg ook. Als men vroeger een kerk bouwde, al dan niet met wichelroeden, naar een bijzondere plek ging waar een bijzondere energie, spirituele dimensie, aura aanwezig is. En om daar een gebedshuis te bouwen, dat was natuurlijk een heel mooi verbond. En dan is het dus heel weldadig dat je ineens 9 jaar geleden hier mag komen wonen en werken. En ik verbind het meteen met het feit waarom ik vaak hier zo ontroerd ben van het natuurschoon. De akkers zijn helemaal met bloemen ingezaaid, die staan in de lente al zo hoog. Dan maak ik daar paden doorheen, dan loop ik doorheen en dan is het bijna een tripervaring. Ik heb nooit getript, maar dit moet een beetje tripervaring zijn volgens mij. Want het geluid van de bijen, de geur van de vlinders en de bijen, het gezoem, daar loop je dan op ooghoogte doorheen. Door die paden die ik heb gecreëerd, ja, dat is onvergetelijk. Dit is mijn schildersatelier, deze stal van 1780. Ik heb eigenlijk 2 ateliers. Dit is mijn atelier waar ik dus mijn olieverfschilderijen maak. Maar de andere helft van mijn activiteiten zijn glas- en loodramen maken en vrij glaswerk. En dat doe ik in een glas- en loodatelier met heel veel mensen bijeen. Dus dat is teamwork. En dit is solistische arbeid, dus een hele mooie harmonie van 2 activiteiten. Het samenwerken en het bouwen aan licht in glas. En het alleen schilderen en het bouwen aan licht op doek. Toen ik dus mijn intrek hier nam in het atelier 9 jaar geleden, heb ik ook warmtepanelen aan laten leggen en een hele grote verlichting. En na een maand dacht ik, wat is niet goed, wat werkt nu niet goed? Ik dacht, er is veel te veel staal, er is te veel techniek in mijn atelier, eruit. Ik heb het allemaal weg laten halen en ik dacht, ik wil gewoon nog staan alleen maar met het daglicht schilderen. Ik heb 2 plekken gecreëerd bij de staldeuren die natuurlijk openstaan om het schilderij te kunnen maken in het licht. En ik sta hier of ik sta daar. Ik heb wel met de rug naar de schoonheid van de natuur toe. Maar het is natuurlijk steeds omdraaien, draaien, omdraaien. En dat inhaleer ik als het ware en neem ik mee als ik hier sta te schilderen. Dus het is een soort van ophalen, inademen van het natuurschoon en van de sfeer. Als je de pose als kunstenaar aanneemt, dan betekent dat je ineens zogenaamd heel belangrijk bent en dat wat jij doet het verschil maakt. Maar Vermeer of de kathedralenbouwer voelde niet echt een verschil tot de andere schilder of metselaar of tegelzetter. Ik voel me eigenlijk ook als een tuinman. Ik ben ook een tuinier. Ik ben wel een olieverfschilder, maar het is een vorm van tuinieren. Ik creëer, ik orden en ik probeer een harmonie te creëren die ik distilleer uit de natuur. Dat is gewoon arbeid, dat is gewoon tuinieren. Dat is gewoon in alle nederigheid gewoon je best doen en met vallen opstaan. De schilderijen maken, weer vernietigen, weer opnieuw. Dus het gaat veel meer om dat in het leven wat jou gegund is en het ambacht wat jou geschonken is, waarin je getalenteerd bent, daarin doe jij naar vermogen, in zorg en aandacht, goed. Ik heb een paar met de Prix de Rome gewonnen en toen kon je ineens uit de anonimiteit van Tilburg kon je ineens in een discours in Amsterdam komen. Ik had een paar met Barbara Farber, Miami, Parijs, Brussel, alle beurzen afgegaan. Maar goed, via Barbara Farber kwam ik ook bij Galerie Stux in New York en Galerie Templon in Parijs. En het kon allemaal niet op, maar ik kon niet tegen die jet-set-sfeer en die wereld waarin het allemaal ging om pose en geld en niet om de intrinsieke waarde van een soort van Vergochiaanse topografie uit Brabant meegenomen mag je in Parijs in een topniveau exposeren. Dus wij gingen terug. Volgende dag natuurlijk een woedende galeriehouder op het antwoordapparaat. Hoe de hel dacht ik wel niet dat ik was. Ook in New York bij Galerie Stux ben ik ook weggelopen. En toen dacht ik, het hoeft ook helemaal niet. Ik ben tevreden in Tilburg. Ik wil hier blijven. En als het werk echt goed wordt, dan komt het wel een keer over de grens. Maar het is zinloos om het nu een strategie op te zetten om het werk over de grens te maken. Ik wil een soort van anti-globalisering positie innemen als schilder. Ik heb hier nog veel te veel lieve mensen in Tilburg en omstreken die ik ken en die graag een doek willen. Dat is het fundament. En als je dat verlaat al, ten koste van een ongeduldige, bijna haastklus willen worden om in het buitenland te schitteren. Dat heeft niks met schilderen, met natuur, met aandacht, met contemplatie te maken. En dan ben je de geuzenbegrippen die ik omarm, religie, traditie, ambacht. Dat wordt dan een flauwekulletje. Je doet een stap. En dat is de grote prins Claus. Doet een stap op het podium, stapt ook zo, doet zijn stropdas af, gooit zijn stropdas weg. Altijd kunnen we het verschil maken, het gebaar maken. Terug naar je eigen roots, terug naar de waarachtige spiritualiteit, naar de oefening. En kun je gaan goed doen, kun je gaan delen, kun je gaan schenken. En kun je denken van, ik moet hier blijven, ik hoef die grens niet over te stappen. Er is gewoon heel veel werk te doen op de plek zelf waar je je toe verhoudt. En dat is landgebaasd in Brabant op dit moment. Dat zal het altijd blijven. Nou, de laatste zin was niet helemaal waar. Klein fake nieuws element. Het doet. Dus ik weet niet of het allemaal zal blijven. Of ik daar oud word. Maar goed, dat is dus niet relevant. Nou ja, dat is een ander onderwerp. Oké. Ja. Oei. Yes. Monet, waar het dus vandaag om draait. De insteek van deze middagavond komt toch grotendeels door het persbrief wat het Haagse Gemeentemuseum bepaald met deed uitgaan, alweer een aantal maanden geleden. Met de heugelijke mededeling dat er een grote Monet-expositie komt in 2019, in het Haagse Gemeentemuseum dus. En daar was ik dus ontzettend blij mee. En toen viel het allemaal bij mij op elkaar. Toen dacht ik, dan ga ik ook het boek wat ik nog wil maken, de lezing van vandaag, My Own Little Private Giverny noemen. En de verbastering daarvan. Als ode aan de grote Monet en zijn Giverny, zijn aangelegde tuin. En hoe ik dat in een mini-mini voor mezelf probeer te creëren. En is het dus heel bijzonder dat Benno over Monet zal praten. En Hans ook, over Monet en de schilderkunst. En is het dus te danken aan deze grote man, waar volgens mij veel schilderkunst is begonnen. En zeker de late Monet is natuurlijk van een abstractie en een sensualiteit en een generositeit, waar de abstract expressionisten, maar ook schilders van vandaag natuurlijk nog schatplichtig aan zijn. Mijn vroegere werk waren dus bloemenschilderijen. En die komen verderop wel. Maar hier zie je in ieder geval een beeld wat ik dus ook maakte. Omdat ik wat ik al eerder... Nee, dat heb ik nog niet gezegd. Maar wat ik dus kan zeggen is dat ik niet kan tekenen. Maar dat ik wel stil wilde blijven staan bij het realisme van de zijdewond van Christus. Ik ben dus katholiek opgevoed in Tilburg. Het rijke Roomse leven. En los van alle verschrikkelijkheden die het instituut religie ons mensen aandoet en wat mensen elkaar aandoen, blijft voor mij voorop staan dat voor mij het christendom in mijn jeugd de handleiding was om goed te doen voor de andere kinderen. Zeker de kinderen die gepest werden. En Manke Wimpy in mijn klas die geslagen werd door pestjongens, waardoor ik de jongen van een zoontje van een politieman uiteindelijk in het ziekenhuis heb geslagen, waar ik niet trots op ben. Maar wat ik wel wil zeggen, wat het allemaal kwam omdat ik het fantastisch vond dat Jezus, wat ik las in het verhaal, werd geslagen. Oké, sla me nog maar een keer op de andere wang. En hij loopt daar met het kruis en hij is geslagen. En er komt een vrouw uit het publiek en die dept zijn wonden met het zweet. Ja, dat is toch van een grootheid en van een generositeit, de ander willen helpen, dat is me altijd heel erg bijgebleven. Dus ik wilde altijd bij dit beeld blijven. En op een bepaald moment gaat elke schilder na zijn academie naar Grünewald in Colmar, het Isenheimer Altaar bekijken. Picasso heeft het gedaan, Willem de Kooning heeft het gedaan, Soutine heeft het gedaan. Alle grote schilders beginnen eigenlijk bij deze Christus, die vol met de pestwonden zit, die Grünewald ook zag aan een levende lijve, bij de mensen die verzorgd werden in het hospitaal. En eigenlijk is het ook natuurlijk één groot abstract gepijnigd verhaal, de torso van Christus. Ik ben naar Colmar gegaan, ik kwam terug, ik denk wat nu? Ik kan wel een ander beroep kiezen. Je kunt nooit een intensie... We hebben überhaupt al niks geleerd op de academie. Dus wat nu? Ook toen heb ik uit Aalsmeer veel witte bloemen besteld. Ik heb een groot tapijt met witte bloemen gemaakt door de bloemen van de kop te plukken en ze neer te laten dwarrelen. Dus toen dacht ik, als ik dan hier een fragiel wit kleed heb, dan maak ik via een omtrekkende beweging in ieder geval een poging om bij de kwetsuur, dat wat ze hem hebben aangedaan, te komen. Dat wat wij mensen een ander kunnen aandoen. Wat dus niet gebeurt als we de naastenliefde echt oefenen. Dus vanuit die gedachten, die mystiek bijna, hielp het mij om vanuit die bloemigheid waar ik nu weer terug ben in mijn nieuwe werk, om zo te komen via een omtrekkende beweging tot de fragiliteit en de kwetsuur van het leven. Dus dit waren dan collages die ik maakte. Dus ik scheurde Christus uit een boekje, kocht bloemen en maakte daar een beeld van. Dus geen Photoshop. Nu is het natuurlijk logisch om te denken dat het Photoshop is. Maar het is, je ziet trouwens een gescheurde randje natuurlijk daar nog zitten. En eigenlijk is het dus de transitie van dat ik dus 9 jaar geleden van Tilburg, het kloosteratellier, naar het buitenatelier op Landgoed Baas ben verhuisd. Dat is dus ook een transitie van het stilstaan bij de zijdewond via een vrij figuratieve, realistische manier, via de spiritualiteit van de horizon, het uitzicht. Want die enkele bloem die hier zit in het veld, die enkele bloem was mijn aandachtspunt in het atelier in Tilburg. En die bloem die stond in een emmer voor een muur. En je kijkt naar die bloem, je kijkt naar een bloemhart, je ziet de stampers. En die stampers en die fragiliteit, die geraakten dus voor mij aan die zijdewond. Dat is dus een hele andere mystiek en een hele andere omgaan met de wond en met de vragen over het leven. Als dat ik ineens vanuit de dieren die via de polier en de bloemen die via Aalsmeer en Altier kwamen en die ik naschilderde, achter me laat. Omdat ik ineens niet meer binnen muur sta te schilderen, maar in het buiten, op de drempel van de stal en de buitenwereld. Dus hier hangen de muren... Sorry, hangen de dieren tegen de muren. En hier kom ik in hun topografie. He, dit is letterlijk het raam van mijn atelier. En het hertje komt aanlopen of het ree. Dus het is een verhuizing ook vanuit de binnenmuren en de naar binnen gehaalde bloemen en dieren naar in het echt, in hun topografie zich begeven. Dus je hoeft die bloem niet meer aan te kijken en stil te staan bij bloemhart, want je kijkt tegelijkertijd over de bloem heen en je kijkt natuurlijk de verte in. Dat is een hele andere focus dus. Dus de dieren die je net in mijn atelier zag hangen, hier ben ik bij het moment dat ze natuurlijk geschoten zijn. Hè? En dat, hè, de urine wordt er nog uitgehaald. En nou ja, dat is dus de jacht. Dus je bent op een zo'n andere manier als hier in de kloosterschool verbonden met een andere spiritualiteit, wil ik bijna zeggen. Dit is dus het stalatelier waar ik dan terecht ben gekomen, waar ik dus nu schilder. Dit is dus weer die kloosterschool. Dus hier staan de bloemen tegen de muur. En focus me op het bloemhart. Orden ik dat in een soort bloemetjespatroon. En daar probeerde ik al wel die abstracties te zoeken. Maar je was natuurlijk toch nog gebonden aan dat realisme. Ik maakte al wel hele tableaus. En daar maakte ik in zo'n tableau... wilde ik dat er ook wel een zeitgeist, een trilling van de tijd bijna creëren. Dus in dit tableau zie ik, nou ja, dat is in ieder geval, volgens mij zit de kathedraal van Reims. Ik zie daar in een aquarel, als jullie goed kijken, een vis. En in die vis zie je ook op zijn kant een G in het schaamhaar. Dat is een G in het schaamhaar van Gucci, de fashion label natuurlijk. Dat waren, ik koop al jarenlang de Vogue. En in die Vogue van die dagen stond een hele grove reclame van Gucci. Omdat er een G in het schaamhaar was geschoren. Waar een jongen dan dichtbij zat. En dat vond ik wel heel grof en shocking. En pervers. En... dat wil ik dan eigenlijk bezweren in een beeld. Dat wil ik terugdingen, dat kwaad. Dus, maar dat is dan wel een aandachtsbeeld wat ik in mijn atelier nodig heb. Net zoals de corpus. Heb ik een Gucci-beeld nodig, heb ik een Vogue nodig, heb ik een boek van Monet nodig. Dus dat zijn altijd ja, hoe moet je het zeggen? Het is bijna de software die je nodig hebt om verder tot het doek, tot bloei te laten komen. Dus de grote transitie is dus nogmaals dat ik dus die akkers rondom mijn atelier ben gaan inzaaien. Heb laten inzaaien met wilde bloemen. Ik kijk naar die bloemen en ik zie over de bloem heen altijd de horizon. Het vergezicht. En toen dacht ik, nou, dat komt goed uit. Ik ben 50. Dat is tijd voor een andere spiritualiteit. Je moet sowieso een beetje slow down doen. Je hoeft niet meer zoveel straatvechter uit te hangen. Je kunt je focussen op inderdaad veel meer de verwachting, de hoop. Het genereuze wat in de tijd nog besloten ligt. Als het gevecht aangaan. En meer materie, objectgericht denken aan de wond en aan het bloemhart. Dus de transitie van... de focus op inderdaad de wond betekent ook veel meer een vechtsituatie. Terwijl de transitie van denken aan de horizon, aan het hoopvolle... hè, dat is veel meer een berustende spiritualiteit die ook uiteindelijk nodig is natuurlijk op je latere leeftijd. Je kunt niet altijd op grondstandje blijven zijn. Dus je moet je ook focussen op een andere ruimtelijkheid, wil ik bijna zeggen. En er komt dus ook een andere ruimte dan in je werk. En dat is goed geweest, dat heeft me denk ik goed gedaan. En dat gaat dan gelijktijdig op met het feit... daarom is dit wel een interessante foto, denk ik, want dit is toch van lang geleden. En hier zie je, wel delen kun je daar natuurlijk de chrysanten tellen. Wat ik straks zei in het verhaal. Hier kun je de lelies min of meer tellen. Maar bij dat linkerdoek, ja, ook natuurlijk nog wel... maar ze zijn eigenlijk al redelijk bloemig als geheel en niet meer zo heel makkelijk te tellen. Dus je ziet natuurlijk altijd, als je terugkijkt in je oeuvre, dat je al momenten hebt gemaakt, hebt gedaan. Je hebt momenten meegemaakt dat je al besefte dat het niet om die realisatie en dat realisme van die enkele bloem gaat. Maar dat het om een hele andere sfeer gaat. Een grotere, mystieke, geheimzinnigere sfeer. Ik was ook in die dagen heel erg begeisterd door Robert Ryman. Robert Ryman is natuurlijk een fantastisch schilder, een monochroom schilder. Hoewel het heel sensueel is. En het heeft ook met de late Monet voor mij van doen. Maar het zijn hele abstracte doeken. En Robert Ryman was voor mij, maar dat heb ik nooit mogen zeggen, maar dat is een ander verhaal, een soort witte bloeduitstorting. En dat is natuurlijk ook een heel katholiek woord, witte bloeduitstorting. Maar dat is natuurlijk... ik kan het woord niet goed uitspreken, maar in het Rijksmuseum... ik heb het nog niet gezien, maar ik ga het zien. Maal wel. Grote held van mij. Ik heb die zijdewond heel vaak uit de boeken geknipt. Bij Maalwel is het echt een fantastische rivier. Hoe dat bloed stroomt uit die wond. Dat is... Dan word je echt stil van. En dan denk je, hoe is het mogelijk dat het bloed kan vloeien? Dat wij, waarom doen wij dat de ander aan? Waarom laten wij bloed vloeien? Maar dat is ook een hele mystieke stroom natuurlijk. En dan ben ik het even kwijt. Dus het gaat altijd om die abstractie, wat hier ik eigenlijk al even aanreik, dat je dus... dat het dus niet gaat om de uitspraak van en het willen bewijzen van dat is verkeerd en dat is slecht. Je moet natuurlijk in een soort van stiltegebied terechtkomen dat je via de schoonheid toch hetzelfde punt kunt maken. Dat is eigenlijk de oefening die ik merk dat ik die nu beoefen. Je kunt het ook een beetje terugzien in de portretten die ik eigenlijk toch wel graag soms van mezelf maak om een soort van bewijsje op foto te zetten. Dus dat is dit er eentje van. En dat is dit natuurlijk een hele andere van. Want hier sta ik in de rug gedekt door mijn werk. En hier ben ik eigenlijk weer in die topografie. En probeer je toch weer de versiering op te zoeken. Hier is het weer een pose. Heeft natuurlijk ook te maken met het feit dat ik toen een jiu-jitsu deed met mijn vrienden. En dat we het, ook die jiu-jitsu, Yves Klein heeft natuurlijk ook een hele... toch wel mystieke component. Het jiu-jitsu is natuurlijk heel erg het moment van dat je traint en traint en traint. En dat je inderdaad het nooit zult hoeven te gebruiken. Hè? Die karateslag, zal ik maar zeggen. Omdat je dus vol oefend bent. Dat heeft natuurlijk heel veel gelijke patronen met het schilderen. Het is natuurlijk oefenen, 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 schilderen, schilderen, vernietigen, vernietigen. En heel soms kun je toeslaan in enkele minuten. En is het schilderij juist veel beter. Hè? Dus... hier is dus ook nog zwart-wit, hier is het ook nog Taxi Driver. Mijn vroegste doeken waren ook heel donker, Pieta en Grond in Christus. Dat had te maken met Taxi Driver. Ik weet niet eens of het een kleurenfilm of zwart-wit film is, maar voor mij is hij zwart-wit. Je ziet de damp uit New York omhoog komen uit de straten en je ziet Robert De Niro, net als Celine. Je bedoelt het goed, maar je gaat helemaal de verkeerde kant op. Je wordt een extremist. Juist door je compassie voor naastliefde die geen... aanraking krijgt in de maatschappij. En, dus hier is het zwart-wit, hier is het noir en hier is het kleur. He, vandaar ook de kleur aangetrokken. En kleur als een soort voorbeeldig model ook. Dat is Walter van Beirendonck, een muts. En... dus de kleren, ik hou wel van mooie kleren, ik hou van mode. Ik vind fashion heel belangrijk. Ik koop de Vogue eigenlijk al, ik denk al op de academie. En toen kwam ik al achter dat als je bijvoorbeeld de Italiaanse Vogue koopt, wat nog steeds de beste is volgens mij. De prijs is een beetje pervers geworden. En de Amerikaanse is ook een beetje aan het afzakken. Heeft misschien met Trump-tijdperk te maken. Maar de Italiaanse is erg sterk nog steeds en daar staan reportages in. Daar kan bijvoorbeeld de reportage over Goya zijn. En dan kan de kleding van Prada of whatever kan op Goya geïnspireerd zijn. Of Velasquez, zoals laatst. En dat is dan natuurlijk door meesterlijke fotografen. En mooie modellen en prachtige kleding. Komt daar een sfeer naar boven. Die ik ook heel belangrijk vind. Omdat die totaliteit zegt iets eigenlijk over het levenspad wat je voert. Dat het ook die optelsom is. En dat het ook dat aanraken van alles is. Dus vandaar ook dat ik het boekje wat ook net klaar is. Dat dat ook een boekje is. En wat ik ook zo, dat het ook is dat het de bloemenschilderijen zijn. Het zijn de bloemenakkers. Maar het zijn ook mijn nichtjes of Trudy in de natuur. Het is het totaal wat zorgt dat je eigenlijk veel meer gedraagt. Niet zozeer als kunstenaar, maar als... ambachtsman, zoals wij eigenlijk allemaal hier zitten. En dat ook een bepaalde bescheidenheid en nederigheid geeft, die ook gewoon heel weldadig is. Het oude atelier weer, dus om die transitie wil ik het steeds een beetje omdraaien. En dit is het atelier dus nu. Een beetje zen. Het tuinpad, van mijn vader wou ik bijna zeggen. Het is dus heel weldadig, wat ik dus al in het filmpje zei. Hier is het een beetje groenig nog en is het nog voor de bloei. Maar die hebben al een foto voorbij zien komen. Misschien komt er nog één. Dat is dat wildmengsel is het bepaald moment. Je hebt dus een vlindermengsel, wildmengsel, je hebt verschillende mengsels. Die mijn hovenier allemaal voor mij inzaait. En dan kan het inderdaad op ooghoogte zijn. En dan maai ik er paden doorheen. En dat is echt inderdaad een hele bijzondere ervaring. Het gezoem van de bijen, de geuren en kleuren van de vlinders, de libelles. Ja, dat is echt een feest. En ja, dat doet goed. En dat zet me in beweging om schilderijen te maken. Normaal doe ik het nooit, maar ik heb die toch één keer even gedaan. 2 schilderijen buiten gezet. Om bijna een soort van ochtendlicht letterlijk een keer te confronteren met de verf. Even een zijpad, een ander aspect. Er zijn meerdere aspecten die het schilderen... Ik heb het dus nu steeds over die transitie van binnen de... Ik wou zeggen bijna kloostermuren, kloosterschoolmuren schilderen. En het atelier verlaten en in het buitenatelier terechtkomen, dat is 1. 2 is natuurlijk dat ik, dat ik glas en lood maak. En als ik hier op een lichtbak... als ik hier bij een lichtbak sta en ik heb het glas erop liggen en ik ga schilderen... dat schilder je natuurlijk tegen het licht in. Hè, de lichtbak, er is licht van onderen, er ligt glas... En ik ga dit schilderen. Die ervaring neem je natuurlijk de volgende dag mee als je in je atelier staat achter de ezel en je hebt een wit canvas voor je. Die ervaring van tegen het licht in schilderen neem je mee op het witte linnen. Dus ook dat was een redmiddel, want dat heb ik nog niet eerder benoemd, maar het is ook een redmiddel omdat ik ook weg wilde van die materie in mijn vroegere werk. Ik was bang voor dat het een soort Eugène Leroy, Bram Bogaert, Kiefer, zwaarte aan verf kreeg. Met alle respect voor deze 3 grote schilders. Maar ik vond het een valkuil voor mijn werk worden. En ik wilde dus terug naar de transparantie, naar de schraalheid, naar de bijna etherisch oppervlak. En dat gaat met vallen en opstaan. Dus, maar goed, ik heb nog even, hopelijk. En dat moet dus etherischer worden. En dus deze ervaring van glas en lood schilderen hielp daarbij. Een andere ervaring is essentieel het kijken naar de Arabische kunst, naar de islamitische cultuur. En met name naar de Persische miniaturen. Daar heb ik nou niets van bij. Ik dacht, dan wordt het een beetje te veel. Maar de Persische miniaturen zijn eigenlijk net als de miniaturen, hè, ook... Toch nu iets in het Rijks, kan ik ook niet uitspreken, Le Duc de Jeruberry, Trésor. Die, prachtig. En dat is eigenlijk dezelfde ervaring. En ook natuurlijk in Siena en Florence, de grote schilders, hè, Masaccio en consorten, Simone Martini. In onze cultuur, om dat woord te gebruiken, zie je ook... een bijna Escher-achtige verdeling van architectonische ruimte. En daar kan Christus of een jonkvrouw of iemand zitten. Hier komt een andere persoon aan op paard. En er zijn verschillende architectonale ruimtes. Dat is ook een enorme gelijkenis met de Arabische Persische cultuur. Ook in de Persische miniaturen is er bijna een Escher-achtige verdeling van ruimtes. Waar inderdaad, daar zit een ridder, daarboven komt een jonkvrouw. En er zijn allerlei verschillende ruimtes op een Escher manier aan elkaar geweven. En ook nog eens bijzonder mooi van kleur. Daar kijk ik ontzettend veel op naar. Daar heb ik heel veel steun aan om ook beslissingen te nemen over de randen en de omgeving, de randen en de oplossingen van het schilderij. Dus nu laat ik een paar schilderijen zien van de laatste maanden. En daar ben ik zelf wel blij mee. Want er komt inderdaad, wat ik al eerder zei, een nieuwe ruimtelijkheid. Er komt ook een andere ruimtelijkheid in de zin van... Als ik even terug ga, dat je dit hier misschien iets beter ziet. Dat ik dus... ook meer kan gaan schrijven tussen de verschillende vlakken. Vroeger waren dit vlakken. Laat ik het zo zeggen, ik zet eerst zware accenten met een gebroken wit. En op dat gebroken wit kan ik ineens het penseel in de terpentine dopen. Dan een aantal kleuren aanraken op het palet. Weer terug in de terpentine. En dan kan ik, vergeef me dat woord, als het ware die vlek bezwangeren. Dat betekent dat ik dus vanuit afstand, bijna als een soort Jackson Pollock gebaar op afstand, vaak leg ik het doek ook neer, kan ik die vlek een soort aquarelstructuur geven. Dus een hele glazige, dunne transparantie kan neerdwalen op die meer objectmassieve toets daaronder. En daardoor kun je dus hele goede lichteffecten krijgen. En kan het ook, kan ik heel krachtig in mijn palet dan met kleur werken. Maar vroeger waren die vlakken, maar het gaat nu iets te ver, anders verbonden met elkaar. Maar nu kan ik ze gaan aaneenschrijven met elkaar. Dus ik pak nu waaierpenselen en ik knip het middenste eruit en dan heb ik twee uiteinden. En daarmee kan ik bijna op een soort van slaolie jugendstil manier kan ik gaan schrijven tussen de vlakken in. Dus ook in een soort van... en nogmaals, ik kan steeds minder verf... Ik heb steeds minder verf nodig. Hoewel het hier natuurlijk nog toch wel weer wel wat, maar... Het komt eraan. Hier zie je ook een goed voorbeeld van dat bezwangeren op tussen aanhalingstekens bij die. Dus want je proeft ook nog de materievlek eromheen. Ja. Maar dan zou je, ja, dat had achteraf gekund, een echt doekje meenemen, had ik dat kunnen aanwijzen. Maar dat is goed. Maar dit is voor mij dus een geslaagd doek van de laatste tijd. Alle doeken die het atelier uitgaan, moet ik even natuurlijk nou zeggen, zijn geslaagd. Want de andere, ik vernietig dus heel veel. Elke week gaat er wel een doek aan. En, want als het doek nu niet na 3 dagen af is, dan zit er te veel verf op. En dan is het niet meer op te lossen. En het zijn hele goede aluminium houten frames. Dus ik snij het linnen eruit, laat de randen erop zitten. Dat doet mijn leverancier er dan afhalen, want die komt die doeken ophalen. En die zet er gewoon weer nieuw linnen op. Want die frames zijn natuurlijk zo sterk, die kun je gewoon weer gebruiken. Maar ik snij dus elke week wel 1 of 2 doeken los en vouw ze op en ze gaan de kliko in. Want dan is het dus gewoon niet gelukt om die etherische, serene werkelijkheid als het ware te behouden. Ik moet een beetje sneller nu, denk ik, hè? Want een half uurtje. Daarnaast zijn er donkere doeken weer gekomen. Dus ik ben ooit begonnen na de academie met donkere doeken. Pieta, Grond in Christus waren zwarte doeken. Die hingen ook hier in het stedelijk in 1985 of 89 met Wim Beren, expositie. En dat was wel heel leuk, maar was ook heel raar, want ik stond op een zondagmiddag met Trudy in die zaal. En daar kwamen wel mensen binnen, maar die liepen ook snel weer door. En ik was, aan één zaal was Rob Beers en aan een andere zaal Rob Scholten. En dat was ook het postmodernisme, wat in die dagen bekijks had, om het zo maar eens te zeggen. Maar goed, ik mocht het toch maar hangen. En het waren donkere doeken. Daarna is dat heel lang weg geweest, maar nu is het weer terug. En dit valt dan wel mee, maar het heeft natuurlijk al bijna ook een soort glas in lood voorkomen. Maar nu kan ik het zwart, het nocturne wat ik ook noem, dus het nachtlandschap, kan ik afwisselen met een blond palet, om het zo te zeggen. Dit is dan ook letterlijk, dat doe ik maar heel weinig, maar dit is dan letterlijk een tweeluik geworden, wat ik als tweeluik beschouwd. En dat je natuurlijk ook als het ware het avond- en het morgenlicht, hè, het beroemde Rosy Painted Finger Dawn at Louis Point van Willem de Kooning hier in de stedelijk, wat denk ik nou wel weer te zien is waarschijnlijk. Is natuurlijk het grootste voorbeeld van het ochtendlicht. Hè? En even een klein uitstapje, want dus... heb ik nog? Ja? Want dus als je 50 bent en je krijgt een andere... Je bent op zoek naar een andere spiritualiteit en een minder vechtsituatie en dergelijke. En je gaat dus van stad naar platteland. Dat heeft de grote Willem de Kooning ook gedaan. En dat heeft ook Gorky, het grote voorbeeld van Willem de Kooning, gedaan. En Willem de Kooning was ook rond de 50, had zich een delirium gezopen, had slechte kritieken. Dat kun je bijna niet indenken natuurlijk nu, maar dat was. Hij had ook slecht verkocht. Ik weet niet meer welke galerie het was. En hij stak zijn middelvinger naar New York op en hij zei: ik ga naar de kust, ik ga naar Long Island. Ik wil de stad uit. Hij had ook... Een ander aspect, interessant, hij had ook het grote gevecht met Jackson Pollock verloren. De critici zeiden toen toch van, Jackson is toch de grote held. En Willem de Kooning is toch een Europese schilder. Heeft nog steeds zo'n cover van Time Magazine of van de Vogue nodig. Hè, om een vrouw, om daaruit te distilleren een schilder. Heeft dus toch nog een stil leven of een model, een moment, een motief nodig. En de grote Jackson is vrij. Had ook dat gevecht verloren en dat ging hem toch wel na aan het hart. Als ik de biografieën mag geloven. En dus die attitude van stad naar zee. Hè, en ook, hij kocht ook weer een fiets, hij ging fietsen. Hij bekeek het zeelicht. En zijn werk werd dus ook etherischer. Ook een andere spiritualiteit. Wat ik al eerder zei, voor mij is het een totaalwereld van de nichtjes die op bezoek komen. Die ons zeer dierbaar zijn en die het verhaal mee vertellen. Trudy, die niet heel vaak wil poseren voor het schilderij, maar soms wel. En, want natuurlijk is het eigenlijk... De eerdere foto's die jullie zagen waren natuurlijk zonder mensen. En mijn schilderijen zijn zonder mensen. Dus daarom zijn deze foto's mij denk ik heel dierbaar. En is het ook heel essentieel dat dit natuurlijk... Oh, en de laatste. Dat dit natuurlijk het vervolmaakt voor mij. De hele attitude. En om dan dus tot die schilderijen te komen. En zoiets dus te zeggen over... ja, over toch nog die waarachtige wereld. De natuur. De kosmos. Mijn laatste raam wat ik heb gemaakt is voor Gouda. En dat is een raam ter ere van Erasmus. En Erasmus was voor mij, zal ik even nog heel snel zeggen, de vrijheid van geweten. Ja, een heel groot goed, de vrijheid van geweten vandaag de dag. Hij was echt genereus voor de anderen en de andersdenkenden. Maar ik dacht dus, om dat tweesporenbeleid in herinnering te halen, ik kan niet meer dat realistisch gaan beelden. Ik wil een abstractie, los van even deze gezichtjes. Ik wil in een abstractie in de kosmos. De beroemde scène in Boyhood, het jongetje ligt op de grond. We hebben het allemaal gedaan, we kijken naar de kosmos en de kosmos is nog waar. He? Los van het rondzwervend vuil misschien nog nu. Er is nog eigenlijk wel een waarheid daar te zien. En die kosmos en die natuur, die zijn dus een waarachtige grootheden die volgens mij nog een enorm statement hebben. He, daarom heb ik een t-shirtje gemaakt, Impressionisme Forever. Voor mij is Impressionisme een statement. Een geuzennaam. Zoals het ook vroeger met de Tilburgse school religie, traditie, ambacht was. Dat zijn geuzenbegrippen die gaan over initiatie, celebratie, liturgie. Allerlei belangrijke momenten waarin we het leven niet zonder kunnen. En die ons tot de oefening kunnen brengen om echt goed te doen en goed te zijn voor de ander. En daar wil ik het dan bij laten. Ja. Dankjewel, Marc. Mooi dat op het allerlaatste moment, toen je een paar belangrijke dingen zei, dat je buiten de sirenes gingen loeien. De kosmos doet dan goed mee, zeg maar. Mag je nog een paar dingen vragen? Een paar dingetjes wil ik tussendoor nog even, voordat we naar twee sprekers gaan. Want je hebt ongelooflijk veel gezegd. Het is glashelder en een enorme warboel tegelijkertijd, hoe je het door elkaar haalt. En dat vind ik ongelooflijk mooi. En dat doet ook weer denken aan wat je ziet in jouw werk, vind ik. Het is heel veel verf en het is een enorme warboel, maar dat is ongelooflijk helder. Ik wilde een paar dingen er heel even uitlichten als het mag. En één daarvan is, wanneer weet je nou, het wordt minder en minder verf. Maar aan de andere kant, als je in je atelier bent, dan ligt daar een druipsteengrot. Maar echt letterlijk een druipsteengrot van verf op de grond. Ik heb nog nooit iets gezien. Het golft ook. Een soort golvende, daar komt een golfstructuur in. Hoe dat kan, begrijp ik ook niet. Ook dat gaat veranderen. Maar... en er liggen heel veel doeken inderdaad die weggesneden zijn. Beschreef het zelf ook. Wanneer is het, hoe weet je wanneer het af is? Of dat zouden jullie allemaal weten. Als ik hier 10 schilderijen nu zou zeggen, dan zouden er 3 niet af zijn. Dus ik denk dat ik zo het antwoord best kan formuleren. Ik zou je 10 schilderijen zeggen en 3 zijn er niet af. Ik denk, als we een test, zou het leuk zijn een keer, een test met de zaal. Ik denk dat we goed uitkomen dat bij iedereen de 3 slechte eruit haalt. Ja. Want die zijn niet goed geordend. Die kloppen niet. We hebben allemaal het gevoel voor harmonie. De een meer als voor compositie. De een meer of minder als de ander. We hebben een kleur en harmonie en compositiegevoel. En als het schilderij niet goed geordend is, dan wordt dat gezien door jullie gelukkig. En die ordening, dat is grotendeels het ambacht. Oefenen, oefenen, oefenen. Aandacht, zei je ook. Bijna religieuze aandacht. En dat is, die ordening die haal je uit de natuur. Uit het voorbeeld van de natuur. Ja, dat is die totaalsom, denk ik wel, van dat kan dat opengeslagen boek met Persische miniaturen zijn, waarin je weer een heel accent blauw en een accent geel tegenover van elkaar zit. Dat kan zijn dat je dus nog meer behoefte hebt aan een meer sferisch beeld van de nevel die je net hebt gewaar. Het gaat natuurlijk vooral, de schilderij gaat natuurlijk niet over 12 augustus om 3 uur 's middags. Deze gaan misschien wel over 3 augustus, maar dan om 6 uur 's morgens. Of 9 uur 's avonds. Het gaat dus altijd om de sfeer en de nevel. De zonopkomst, de zonondergang. Dus het is altijd een zoeken naar de mystiek in de lichtval. Dat is natuurlijk 1 en 1 is 2 voor de schilderkunst en de Hollandse schilderkunst. En dus je gaat naar eigenlijk naar een mystiek moment in de natuur. En wanneer openbaart dat mystiek moment zich? Als het een fluistering is. En je zei ook, je hebt het over transitie. Hè? Dan liet je de kloosterschool zien en dan schilder je dode dingen. Hè? Het bloemenhart of een dood haasje. Ja. Of, en dat werden schilderijen die niet abstract waren. Ja. Nu ben je echt naar buiten gegaan. Ja. En nu kan je dan die transitie is de mogelijkheid naar het abstracte. Daar, dus ondanks dat het echte voorbeeld echt levend is, dan kan je het loslaten en abstract gaan schilderen. Kijk, het is natuurlijk, het begint met de verwondering over het leven. Dus wat gebeurt er? Ik ken ook... Soutine is op zijn fietsje hier naar Amsterdam gekomen om het geslachte osje van Rembrandt te zien. Alle schilders willen dat geheim zien. En wat is dat geheim? Ja, wat is dat geheim? Dus ik heb ook... dat was heel makkelijk. Ik zat in de Pont-atelier, wat nu de auditorium is, maar het was een garagehal. Dat mocht ik als eerste kunstenaar gebruiken. En waarom vertel ik dat? Omdat het met een gangetje verbonden was met de polier. Wildpaleis Verstegen in de Hassenstraat. Dus ik kon met mijn kruiwagen daar naartoe en ik kon het ree of het everzwijn, wat hier uit Ardennen was gekomen, het de Pont-atelier binnenrijden. Ik hang dat op als een karkas, zoals alle Hollandse jongens hebben gedaan vroeger. En je gaat hier zitten en je gaat kijken. De ingewanden zijn eruit, dus het is één geheim. En de ribben, hoe die dus nog het chaotische, de ingewanden en alles wat er toch nog wel in zit, beheersen. Toen had ik het idee, oké, ik zit hier. Daar komt het leven aanwandelen. Tjok, 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 tjok. Zet zich ineens hier stil in het binnenste van dat dier. En ik beoopacht het. En daarna gaat het leven weer door. Dus het is bijna een soort van mystieke ervaring en verwondering over het leven. He, ik ben een keurige jongen, ik ga jou nou niet aanvliegen. Maar ik zou al, misschien met mijn jutie vroeger of met iets van nu... We kunnen elkaar heel snel raken, wil ik zeggen. Dus de verwondering over de fragiliteit van het leven. Wij weten niet of we er morgen nog zijn. 1 en 1 is 2, maar toch. Steeds moet je dat geheim in ere houden. Want het geheim betekent ook dat je al heel dankbaar mag zijn voor wat al is geweest. Dat je heel hoopvol mag zijn voor wat er kan komen. En dat het dan nog mooier is dat als je dan gezond bent, het jou gegeven is om de ander te helpen. Dus al die begrippen komen samen in de verwondering over het leven, wat je ziet in het stil streepje leven. Dus letterlijk, in het binnenste van de os wordt het leven stilgezet. Daarom zijn we het ook vanitas gaan noemen. En dat heeft dus ook... Dat heeft ook Bill Viola later gedaan. Dat kan ook in de videokunst. Dus, Francis Bacon. Dus dat is denk ik een van de grootste motieven van de kunstenaar. Ben jij mysticus? Ja, denk het wel, Vertaan. Ja. En iets persoonlijks... Je hebt het over die wond, die vloeit en die je uitknipt en die je laat zien en die schildert. En de verwondering over hoeveel pijn dat kan doen. En, je hebt het ook wel eens over je eigen wond. Hier in de zaal ben je uitgescholden als katholiek en donderop terug naar de provincie. Ja, en, ik kan al die verwensingen niet allemaal meer uit mijn hoofd, maar veel nog wel. 20 jaar geleden. Katholieke moralistische debiel. Dus het woord katholiek, moraal, ook vaak reactionair genoemd. Dus dat was allemaal... Eén pakket, hè? Dus als je gelovig was, dan was je al snel reactionair, moralistisch. Dat was ook een begrip wat niet kon in ons vakgebied in de jaren '90. Dat was ook verdacht. Traditie, religie, dat was allemaal verdacht. Het was postmodern. Ja. Ja, nee, ja, ik begrijp, maar goed, dat was daar inderdaad. Ik begrijp het heel goed. Heel goed. Maar aan de andere kant, die wond... als ik naar dit werk kijk, die is over. Nee, die wond is er nog wel. Zeker omdat ik toen ervaarde dat ik wel heel erg alleen stond. Ik kreeg me van een enkele collega een briefje van kop op. Maar wat mij toen... dat zou een andere avond zijn om daarover te praten. Maar het is wel interessant omdat het over onze cultuur gaat. Ik denk in het begin jaren '90 ook de PVV is geboren. En de cabaretiers werden grof, de reclamemakers werden grof. Je hebt Gucci gezien. Dus het schelden, het beschimpen, Tarkovsky zou zeggen... de nihilistische drek van de intellectuelen, haal ik altijd maar aan... dat werd toen bon ton. Dus kwam ik inderdaad en zei ik van... oh, die Robert Riemann, die abstractie, dat is als een witte bloeduitstorting. Natuurlijk dat mevrouw Wesseling dat niet goed vindt... want die had juist gezegd dat kunst het zonder religie af kon... en dat die navelstreng moesten doorknippen. Dus het is een heel interessant aspect over de tijd, eind jaren '80, jaren '90... dat we dachten dat we ook in postmoderne attitude... het zonder de sentimentele voorwaarden van het leven konden doen. Maar jij denkt eigenlijk dat die tijd je gelijk gegeven heeft? Ik zie gelukkig een hele jongere generatie die niet meer zo zuurig zijn als mijn generatie. En moralistisch zijn. Mijn generatie is juist moralistisch vaak. En die veel onbevangener zijn en opener. en zich laten informeren wat wel en niet goed is. Iets moeilijker natuurlijk voor de jongere generatie, omdat er fake news is vertaan. Maar dat zal zich wel oplossen. En dat zal allemaal bijdragen, denk ik, aan een hernieuwde oefening van de juist sentimentele, morele waardebegrippen. Zonder die wij niet kunnen. Dankjewel, ja. Marc. Dank je. Hartelijk dank voor de toelichting. We hebben, Marc heeft eigenlijk Benno Tempel gevraagd en Hans en Hartog-Jager om dingen toe te lichten. Verder nog in te gaan op deelaspecten. Benno Tempel, weinig introductie denk ik, is directeur van het Haagse Gemeentemuseum. Een van de mooiste musea wat mij betreft van het land, waar je altijd ongelooflijk mooie dingen kan zien. Doet hij al sinds 2009 en daarvoor is hij ook heel langjarig curator geweest in vele musea. Benno Tempel en daarna Hans ten Hartog-Jager. Een van de bekendste kunstcritici in zowel literatuur als beeldende kunst. Schrijver, ook van romans. Allebei hartelijk welkom. Benno Tempel eerst, Hans ten Hartog-Jager daarna. Even kijken, daar is die. Goedemiddag dames en heren. Fijn om hier te staan. Marc vroeg mij inderdaad nadat wij het persbericht hadden uitgebracht of ik vanmiddag wat wilde vertellen over Monet. En dat doe ik graag, want dat is een kunstenaar die mij zeer lief is. Dat blijkt wel uit het feit dat we er een tentoonstelling van gaan organiseren. Maar wat te vertellen over Monet? Zo'n kunstenaar waar iedereen denkt dat wel van alles over gezegd is al. Sterker nog, het is een kunstenaar die op potjes, op koekblikken, op t-shirts en tegenwoordig ook op hele dure tasjes staan. Die je ook in Gucci kan zien van Louis Vuitton. Dan wel weer gemaakt door Jeff Koons. Met dank aan Monet. Laten we het eens hebben over de kunstgeschiedenis. Of hoe je kunstgeschiedenis kan bestuderen of kan bedrijven of hoe je naar kunst kan kijken. Als je bijvoorbeeld kijkt naar de 20e eeuw, dan is dat op allerlei manieren gedaan. Bijvoorbeeld vanuit de psychoanalytische kant. Dalí kan je heel Freudiaans bekijken. En iemand als Henry Moore, daar kom je ver met Carl Gustav Jung. Je kan gaan kijken over naar archetypen en dat levert veel op over de figuren die Henry Moore heeft gemaakt. Een andere manier van kijken, die in de 20e eeuw wel veel voorkwam, was vanuit Nietzsche. En dan werd er gezocht naar het Apollinische en het Dionysische. Oftewel naar, je zou kunnen zeggen, het verstand, de reden, de controle. Of naar de andere kant, de expressie, het tomeloze. En onder andere conservator Javé van het Stedelijk Museum heeft op een grote manier zo geprobeerd de collectie van het Stedelijk Museum vorm te geven. Aan de ene kant de expressie en aan de andere kant de constructie. En de expressie, dat begrijpt u, dat begon in Vincent van Gogh. En dat werd dan gevolgd door Duits expressionisme, door de Cobra. En de constructie, dat begon in Cézanne. En dat werd dan gevolgd door het cubisme, door Mondriaan, door de minimal art. Als je naar die manier van redeneren vandaag de dag kijkt, en dan met name de invloed die dat op jonge kunstenaars heeft, dan zie ik een ander beeld. Nog steeds inderdaad van Gogh. Die is echt nog wezenlijk en de invloed is nog heel goed voelbaar. Maar voor Cézanne is dat toch misschien anders. Persoonlijk zou ik Cézanne vervangen door Mondriaan. Ik denk dat de constructie en de compositie die bij Mondriaan is, veel meer kunstenaars vandaag de dag beïnvloedt dan Cézanne. Maar hoe het ook zij, Van Gogh, Cézanne of Van Gogh en Mondriaan, wat daar nooit in genoemd wordt, vreemd genoeg, is Monet. En dat is vreemd, want de invloed van Monet is alomtegenwoordig. Dat is ongelooflijk hoe goed dat zichtbaar is bij kunstenaars. Door allerlei generaties heen. Als u bijvoorbeeld vandaag de dag naar het gemeentemuseum gaat of u bezoekt het GEM. Het museum dat naast het gemeentemuseum, de annex van het gemeentemuseum. Dan zult u daar nu nog een tentoonstelling van Maaike Schorel zien. Werk dat heel eigen is, maar toch ook heel duidelijk in die traditie van Monet staat. En als u naar Gent gaat, kunt u daar nu een tentoonstelling zien van Gerhard Richter. En het aardige is, daar zijn een aantal abstracte schilderijen. En die doen mij enorm denken aan de kathedraalgezichten van Monet. En dat is interessant om daar eens bij stil te staan. Vandaag bij Beeldbepalers. Een programma dat door het Mondriaan Fonds en de Bali wordt georganiseerd. En waar met name kunstenaars op een bepaalde leeftijd voor het voetlicht worden gebracht. En dat is goed om te zeggen, want ik ga het hebben over de tuinen van Monet. En daar begon die pas aan toen hij ongeveer 60 was. Dat is toch wat anders dan de nadruk die op vaak die tegenwoordig vaak wordt gelegd op jonge kunstenaars. Als u vandaag de dag naar het gemeentemuseum gaat, zult u een tentoonstelling zien van González Picasso. Een hele mooie samenspraak tussen die twee kunstenaars. En González, dat weet u misschien, is een van de beroemdste beeldhouwers van de 20e eeuw. Maar hij zou daar pas mee beginnen toen hij 50 was. Tot die tijd heeft hij geschilderd. Daarom, en wat Marc zei dat ook heel mooi, de verplaatsing, de transitie, zoals jij net zei, die heeft wat bewerkstelligd en jij bent nu op een nieuwe pad. En dat is misschien straks het pad dat iedereen juist wel als jouw hoogste of jouw beste werk zal gaan zien. Of de belangrijkste periode uit jouw oeuvre. Dat kunnen we nog niet zeggen, gelukkig. Er zijn nog vele jaren hopelijk waarin die zich ontwikkelt. Maar het is wel goed om dat hier te zeggen. Want over de tuinen van Monet wordt altijd gezegd, oh, dat is zijn laatste werk. Of het late werk. Afgezien van het vroege werk, dus je zou kunnen zeggen het jeugdige werk van Monet, is zijn oeuvre in een aantal stadia te onderscheiden. Het pre-impressionisme van ongeveer 1865 tot 1875. Dit mooie schilderij uit het gemeentemuseum behoort daartoe. En dan krijg je het echte impressionisme, 1874 tot 1886. Nog een werk uit het gemeentemuseum die daartoe te rekenen valt. Dan krijg je de series uit de jaren 90. Even kijken, doet hij dat? Ja, de Hooimijten bijvoorbeeld. Waarin hij verschillende stadia van het licht op een dag probeert te vangen. Maar dan krijg je een periode van 1900 ongeveer tot 1926. Waarin hij alleen maar, of grotendeels, de tuinen schildert. Ongeveer 500 schilderijen. Een enorm groot oeuvre. En gek genoeg is dat een periode die nog steeds af wordt gedaan als de laatste periode. Als een, je zou bijna zeggen, een laatste ademstoot van de kunstenaar. Terwijl het zo'n langste periode is waarin hij gewerkt heeft. Een werk dat trouwens ongelooflijk sterk is, technisch, virtuoos. Met een rijkdom aan kleurstellingen, aan verfmengingen. En bovenal een ongelooflijke gevoeligheid in penseelvoering. Het werd net al gezegd, het gemeentemuseum gaat een grote tentoonstelling over die tuinen organiseren in 2019. En de reden daarvan is omdat het gemeentemuseum in de jaren 50 een groot overzicht over Monet organiseerde. En dat was voor het eerst dat internationaal aandacht was voor die tuinstukken. Tot die tijd werd dat eigenlijk weggemoffeld. Het ging om Monet, de impressionist, en die tuinen, dat was niet van belang. Dus toen ik samen met ons conservator Frauke van Dijk een paar jaar geleden begon aan dit idee voor de tuinen van Monet, toen reageerden collega's eigenlijk enthousiast. Onder andere omdat dat ooit in het gemeentemuseum begonnen is. Die enthousiasme en die liefde voor die tuinstukken. Een andere reden was omdat, dat is net ook al een paar keer gevallen bij Marc, er treedt een soort abstractie op. En het aardige is natuurlijk dat in het gemeentemuseum die hele grote collectie Mondriaans is. Die voor een groot deel is ontstaan in dezelfde periode dat Monet aan zijn tuinen werkte. Dus een kunstenaar die nooit echt abstract is geworden, zoals Monet, om die in het huis van Mondriaan te tonen, dat lijkt ons heel erg spannend en gelukkig heel veel collega's ook. Dus we hebben heel veel medewerking gekregen om die tentoonstelling te organiseren. Die tuinen. Eigenlijk is er een periode voor. En dat is de jaren 90. Dan maakt hij een aantal meditatieve werken, scènegezichten. En dat is een bijzondere serie in het werk van Monet. Hij staat er extreem vroeg voor op, rond 15:30, om het juiste dageraad, de opkomst van de dageraad, mee te kunnen maken. En wat er dan gebeurt is een soort dematerialisatie van het onderwerp. Om dat heilige te suggereren, Marc had het er net ook over, stond hij vroeg op. Maar wat heel bijzonder is hier, is dat alles versmelt. En dat is denk ik iets wat hem op weg hielp naar die tuinstukken. Alles versmelt tot één geheel. Later, in de tuinen, vindt er ook een dematerialisatie plaats. Maar die ligt veel meer in de compositie. Die tuinen. In Giverny. In 1883 trekt hij er naartoe, maar pas rond 1900 begint hij ze echt te schilderen. En dat is wel opmerkelijk. Ik weet niet, is van u iemand wel eens in Giverny geweest? Nou, de minderheid. Ik stel deze vraag vaak met het gemeentemuseum. Is iemand wel eens in het gemeentemuseum geweest? Die zal ik nu niet stellen. Dan is het ook vaak de minderheid in het buitenland. En dan zeg ik, u bent gelukkig. U kunt het gemeentemuseum nog ontdekken. Ik zou bijna tegen u zeggen, u bent gelukkig. U kunt Giverny nog ontdekken. Het is echt het aanraden waard om daarheen te gaan. Maar wat was nou de omslag tussen deze werken, die meditatieve werken en de tuinstukken? Terwijl die in 83 daar al zit en pas rond 1900 begint hij ze te schilderen. Dat is toch een ontwerptechnisch aspect, zou ik bijna willen zeggen. Niet langer wil hij het mooie Frankrijk schilderen, maar door de Dreyfus-affaire, ik weet niet of u daar enigszins mee bekend bent, eind van de 19e eeuw vindt er een schandaal plaats. Een Joodse hoge soldaat wordt valselijk veroordeeld in Frankrijk. Uiteindelijk is het Zola, de romanschrijver, die daar in een krant aandacht voor vraagt. En dat leidt tot een groot schandaal. En dat doet bij Monet, die toch zeer links georiënteerd was, eigenlijk besluiten zich terug te trekken uit het Franse leven. Niet meer het Franse landschap te verheerlijken, wat hij al die tijd daarvoor heeft gedaan. Nee, hij draait zich om en kijkt naar zijn eigen tuin. En die omheinde tuin, die laat hij dan voor het eerst zien met een totaal on-Frans onderwerp. De Japanse brug. Dat is rond 1900, maakt hij daar een grote tentoonstelling van. Daar wordt veel over geschreven en dat wordt ook geconcludeerd. Monet heeft zich afgekeerd van het Franse onderwerp. En hoezeer dat blijkt, is wel mooi te zien uit deze fantastische prent van Hiroshige. Waar u ook zo'n bruggetje ziet, maar u ziet hier ook een blauwe regen naar beneden vallen. En die blauwe regen die verbindt het weer met het fantastische schilderij in het gemeentemuseum. Die tuin van Monet is wel iets bijzonders. Ook daarin offert hij iets typisch Frans op. U kent zowel de Franse buitenhuizen, waar voor het keukenraam en voor de keukendeur een grote kruiden- en groentetuin ligt. Monet haalt die groentetuin en die kruidentuin weg en maakt daar een bloemenzee van. En iets later kan hij de tuin uitbreiden met een watertuin aan de andere kant van de weg. Met de beroemde Japanse brug die we net zagen. De waterlelies, de blauwe regens, het bamboebos en de ginkgobomen. Hier ziet u de blauwe regen van het gemeentemuseum. Het mooie van deze periode is denk ik dat hij zich met al zijn kunde die al die jaren daarvoor heeft opgebouwd, met al zijn kennis van wat licht doet, van wat kleuren en kleurenmenging kunnen doen, dat hij een hele nieuwe weg in weet te slaan. En dat hij niet langer, dat wordt ook vaak wel gezegd over Monet, en dat gebeurt natuurlijk vaak als je over kunstenaars leest, dat alles wordt platgeslagen tot een paar clichés. Dus Monet is de man die het licht vangt, of de beweging. Ja, dat is in deze periode eigenlijk al helemaal niet meer zo. Hij is niet bezig met het licht te vangen of de beweging. Hij is bezig met kleur en hij is bezig met een beeld te laten ontstaan. Je kan een voorbeeld op twee manieren schilderen. Als je kijkt naar dat hele vroege stadsgezicht dat ik net liet zien uit 1865... dan zie je dat hij eigenlijk, je zou oneerbiedig kunnen zeggen, een plaatje schildert. Maar in dit werk laat hij door het samenkomen van kleur en beweging van het penseel, weet hij een beeld op te roepen. Dus hij laat het eigenlijk ontstaan vanuit de verf. Een hele andere manier van benaderen. En natuurlijk heeft hij nog al die kennis die hij bij het impressionisme heeft opgedaan. Dus het nat in nat schilderen. Of, ik laat straks nog aan het eind een mooi detail zien. Die laatste laag op deze werken, die tuinstuk, is vaak heel droge verf. Dus waar de olie uitgetrokken is. Waardoor je een bijna krijtachtige tekening krijgt. Die een hele rijke materialiteit, een hele rijke huid oplevert van het schilderij. Maar hij is dus eigenlijk hier met hele andere dingen bezig dan bij het impressionisme. Want hier gaat het veel meer over kleur dan over het vangen van licht op een bepaald moment van de dag. Het is niet meer een effect van de ochtend, een effect van het middaguur of een effect van het avonduur. Nee, het is een zee van kleur. En dat weet hij te brengen met zijn penseel, met de penseelvoering en de menging van de kleuren. En in de Japanse kunst wordt wel van de vliegende wereld gesproken. Dat is eigenlijk de wereld die voorbij gaat. Maar eigenlijk zou je kunnen zeggen, heeft Monet dat vertaald, de vliedende wereld, naar de wereld van de kleurmenging en de penseelvoering. En dan ontstaat er dus een rijkdom aan indrukken die op een bepaalde manier bijna abstract werkt, maar die je, als je ervoor staat, en daarom is het altijd heel naar om een lezing te geven in een zaal met plaatjes. Het is veel leuker in een museum. Ik ben ook heel blij dat Marc wat echt werk wat heeft meegenomen, want die intensiteit van het echte werk is totaal anders dan van dit afbeeldingje. En dat komt omdat verf, of laat ik het anders zeggen, dat komt omdat schilderkunst geen dode materie is. Een droogstoppel zal zeggen, ja, een schilderij dat is doek met verf erop. Maar die droogstoppel die kijkt niet. Als je voor een schilderij staat, gebeurt er namelijk iets. Zeker bij de werken van Monet, waar die huid zo belangrijk is, bijvoorbeeld door die droge verf. Een schilderij absorbeert en weerkaatst licht. Heeft te maken met bijvoorbeeld de mate van vernis die erop zit. Of delen van het doek die niet gevernist zijn. Het heeft ook te maken met de penseelvoering, met de richting. Licht kan er overheen strijken, kan er opvallen, kan geabsorbeerd worden of gereflecteerd worden. En daardoor komt die huid van het schilderij tot leven. En daardoor heb je een indruk van bijvoorbeeld een zindering op je ooglid. Dus het gebeurt echt, zou je kunnen zeggen, het schilderij wordt echt tot leven gewekt. En het mooie van deze werken is dat ze eigenlijk pretentieloos zijn. Ze zijn een ode, zou je kunnen zeggen, aan de kleur. Maar pretentieloos wil niet zeggen zonder betekenis. Dat is denk ik goed om te zeggen. Want wat er gebeurt op een gegeven moment in deze periode is dat hij meer en meer de vaste compositie weet los te laten. En in de mooiste werken, ik heb er geen afbeelding van, maar komt u kijken over een paar jaar in het gemeentemuseum. In de mooiste werken heb je het idee dat het schilderij op de kop hangt. We krijgen dat af en toe voor een Mondriaans te horen, dat mensen, dat gebeurt eigenlijk elk jaar wel een paar keer, dat mensen zeggen, ja, het schilderij hangt op zaal op zijn kop. En dat komt vaak omdat ze een slechte publicatie, goedkope publicatie ergens hebben gekocht, die al jarenlang in de kast staat thuis. En daar staat inderdaad dat werk op zijn kop in afgebeeld. En dat gebeurt bij Monet af en toe, heb je dat gevoel ook. Want wat je ziet is de lucht, de wolken zie je zou kunnen zeggen, aan de onderkant van het schilderij. En de begroeiing zie je aan de bovenkant. De begroeiing hoort natuurlijk onder en de wolken horen boven. Maar dat komt omdat hij in die watertuin naar de waterplas heeft gekeken, de reflectie van de wolken heeft geschilderd en het stukje oever dat erboven zit. En dat hij zo heeft ingezoomd, waardoor het gevoel is dat het schilderij is omgekeerd. Een ander mooi voorbeeld van wat er ook gebeurt, is dat u een hele bucolische wereld maakt. Dus een hele rijke, weelderige wereld. En ook dat is belangrijk om te onthouden. Monet wordt vandaag de dag toch wel vaak afgeschilderd als een kunstenaar zonder echte inhoud. Die alleen maar mooie schilderijtjes maakte. Dat klopt niet. Marc zei net heel mooi hoezeer zijn werk doordrongen is van spiritualiteit, van religie. Bij Monet is het doordrongen van het Franse. In Frankrijk, dat is net zoals je, laat ik het anders zeggen, als u over de Haagse School leest of als u kijkt naar schilderijen van de Haagse School, dan zal u, denk ik, als Nederlander altijd denken aan de 17e eeuw. Voor Fransen is datzelfde het geval bij dit soort werken. Fransen kunnen dit soort schilderijen niet zien zonder de kunstgeschiedenis van Frankrijk. Bijvoorbeeld de 18e eeuw met een van mijn lievelingsschilders, Fragonard. Vooral dat schilderij links uit Washington, het lezende meisje. Nou, het is zo ongelooflijk rijk geschilderd. Monet kende het werk van Fragonard. En als u eens kijkt naar dit werk, waar ook allerlei bloemen, kransen in voorkomen, dan voelt u dat die link tussen de tuinstukken van Monet en die 18e eeuw heel rijk was. Sterker nog, het decoratieve element wat zeker door mensen die van de moderne kunst houden vaak nogal wat geringschattend over gesproken wordt. Dat decoratieve element is enorm belangrijk en van wezenlijk belang in de eeuwen van de Franse kunst. Dat loopt tot en met, denk ik, vandaag de dag. Als je kijkt naar Franse kunstenaars als Pierre, je kan ze eigenlijk niet begrijpen als je dat decoratieve element niet begrijpt en onderschat. Niet voor niks noemde Monet, de stukken die uiteindelijk in de orangerie terecht zouden komen, dat kent u misschien wel in Parijs, die mooie ovaalvormige zaal waarin je eigenlijk 360 graden tussen de watertuin van Monet staat, die noemde hij de grande décoration. En die grande décoration, dat is ook wel bijzonder, die schonk hij aan de Franse natie in 1918, aan het eind van de Eerste Wereldoorlog. Je zou kunnen zeggen in ongeveer 18 jaar, 20 jaar was de cirkel rond. Van, laat ik zeggen, 1898, toen hij zich terugtrok in zijn tuin, omdat hij niet meer te maken wilde hebben met Frankrijk, dat hij geen Franse onderwerpen meer wilde schilderen, was hij aan het eind van de Eerste Wereldoorlog zover dat hij zich wel weer met Frankrijk durfde te verbinden. En toen werd hij echt op het schild gehezen als het grote voorbeeld van de Franse kunst. En wat je vervolgens ziet, is dat zeer veel kunstenaars, Mondriaan schrijft daarover, Mondriaan komt terug na de Eerste Wereldoorlog in Parijs, en hij verzucht, alle kunstenaars zijn weer traditioneler geworden. En de invloed van Monet is daar niet in te onderschatten. Al die Franse kunstenaars, inclusief Picasso, om hem dan ook maar even Frans te noemen, die waren decoratiever geworden. En dat zie je ook bij Kunstenaars als Bonnard, Vuillard, die beginnen allemaal stukken te schilderen voor de Maries, voor de grote en kleinere stadhuizen in de Franse dorpen en steden die na 1918, na die oorlog, het nationalisme weer willen vieren en dat in allerlei grote opdrachten voor openbare gebouwen weten te vangen in grote schilderijen. En Monet was daar eigenlijk de drijvende kracht achter. En dan dat abstracte, om daarmee te eindigen. Dat abstracte verhaal van Monet. Was hij nou een abstract kunstenaar, ja of nee? Ik denk dat het niet zo belangrijk is. En laat ik daarom een voorbeeld aanhalen van Kandinsky. Kandinsky, dat weet u misschien, samen met Malevich en Mondriaan, een van de drie vaders van de abstracte kunst. De eerste abstracte schilderij door hem geschilderd in 1913. Aan het begin van de 20e eeuw bezoekt Kandinsky een tentoonstelling. Hij ziet daar die hooischelven die we eerder zagen. Een schilderij van die hooischelven van Monet. En pas later thuis beseft hij dat hij naar de schilderij, wat het onderwerp was. Voor zijn gevoel keek hij naar een abstract schilderij. Een compositie van kleur en penseelvoering. En ik denk dat dat veelzeggend is. Voor veel kunstenaars was die scheiding abstracte kunst, figuratieve kunst niet zo relevant. Sterker nog, Kandinsky zelf toonde zijn abstracte werk samen met zijn figuratieve werk. Door elkaar heen in tentoonstellingen. En zo kan je ook, denk ik, zeggen van deze treurwilg van Monet. Hij is niet abstract. Maar er zit een echt begrijpen van het object in. En dat geldt ook bij de abstracte kunst. En in die zin kijk ik enorm uit naar het verbinden straks in het gemeentemuseum van het werk van Monet en in hetzelfde pand de schilderijen van Mondriaan. Omdat beide kunstenaars misschien wel de belangrijkste componisten, om het zo maar eens te noemen, van de 20e eeuw waren. De schilderijen die Monet maakt in zijn tuinen zijn vooral zo goed omdat die composities zo ongelooflijk, hoe zeg je dat? Ja, ze halen je uit je balans. Marc zei net heel mooi, we hebben een gevoel voor harmonie. Dat is zeker zo. Maar dat gevoel voor harmonie laat ook steeds kunstenaars opstaan die daar weer nieuwe vormen van harmonie in weten te vinden. En Monet is daar een ongelooflijk goed voorbeeld van en Mondriaan denk ik ook. En om u lekker te maken, want dat is in ieder geval wat mij enorm aanspreekt in dit soort werk, is toch de liefde voor de verf. Heb ik hier een groot detail van de blauwe regen, de wisteria van het gemeentemuseum. Dan ziet u heel mooi dat, die laatste laag eigenlijk krijtachtig is. En hetzelfde eigenlijk wat Marc ook zei. Het is een soort schrift. Het is een soort tekenen. Het is een soort schrijven op het doek. En als je bijvoorbeeld in de orangerie staat, dan zie je dat hij bijvoorbeeld op de onderste delen van het schilderij heel veel achtjes eigenlijk al tekent. Dat geeft alleen maar een soort beweging weer, maar ook een suggestie van vegetatie. En dat is wat hij doet. Hij schildert geen abstractie, hij schildert geen planten, maar hij schildert een suggestie van een plant of van een vegetatie. En dat maakt het werk zo goed. Het is niet ingevuld, we voelen het. En ik denk dat dat wezenlijk is voor het werk van Monet. En ik hoop dat dit een mooie aansluiting vormt op het verhaal van Marc. Jij hebt mij gevraagd, maar ik wist niet wat jij ging vertellen. Jij wist niet wat ik ging vertellen. Maar ik heb wel ergens het gevoel dat dat samenkwam. Ook om nog maar eens te onderstrepen dat die Monet dus niet de brave bourgeoisie-kunstenaar was die daar op het platteland leefde. Ongelooflijk rijk op het eind van zijn leven. Of vanaf ongeveer de jaren 90. Met een liefde voor mode, dat vond ik mooi om te horen bij jou en bij hem ook. Op een andere manier trouwens dan dat het snobistisch werd. En dat blijkt wel uit het feit hoezeer die tuin van Monet ook een vluchthaven was voor allerlei anarchisten die daar naartoe kwamen. En nou ja, dat voel ik ook, die spanning voel ik ook bij jou. En ik vind dat mooi dat het dus niet alleen, laat ik zeggen, voor de oppervlakkige kijker in het beeld misschien hetzelfde is, maar zelfs in de houding van de kunstenaar. Dankjewel. Ja. Ik zal even zeggen. Zeer dank, Benno. Inderdaad, dus ook wat je met name over dit schilderij ook zegt, is dat het ook, het gaat ook over de omhelzing van, inderdaad, ben je mysticus, Het gaat over de omhelzing van het geheim. En op een bepaald moment weten we het. Natuurlijk is Duchamp zeer belangrijk geweest met het urinoir. Er zijn er allerlei kunstenaars geweest die ons hebben moeten opvoeden. Ook in moraal en in het laten weten van... dit is de wereld, hij is heel slecht, wij kunnen het laten zien. Maar in deze tijden van fake news en CNN... en als direct Obama wordt doodgeschoten, weten we het ook over 3 seconden. In deze tijden van het weten en het denken te weten... en alle misverstanden daaromheen, is het dus zo'n zaak... Dat er schilders zijn die dus het geheim proberen te omhelzen, aan te raken en aan jullie voor te schotelen. En dat geheim is dus ook een gebied, wat ik ook heb geprobeerd met mijn raam, wat abstract moet zijn voor Gouda, voor Erasmus. Dat is inderdaad een abstractie, omdat we weg moeten van het eigen gelijk en van het denken te weten. En als we dan in dat sfeergebied komen van, waarin we onze eigen waarheden op de proef willen stellen... En we gaan schilders weer herijken, zoals in dit geval gaat gebeuren met Monet. Dan zal dat bijdragen aan een bepaalde generositeit en een bepaalde nieuwe blik op het geheim van verf. En dat geheim is dus groter als het statement van een kunstenaar die zegt van... kijk hierna, de wereld is zo slecht en daar is een kinderverkrachting, in Srebrenica is dit en dit is dat. Met alle respect voor veel collega's is het geheim ook een vehikel wat ons dus ook weer verder kan brengen. Dank je wel. Even een extra glaasje, dat is altijd prettig. Zo, dank Benno Tempel. Dag dames en heren. Fijn dat u er bent. Ik ga maar beginnen met een bekentenis. Ik ben kunstcriticus, zoals u misschien weet. Ik schrijf over kunstenaars. En ik sta hier nu eigenlijk met een kleine existentiële crisis. En al nadenkend, sorry Benno, dat moest ook even gebeuren ondertussen... besefte ik ineens waar die crisis vandaan komt. Ik ga mijn lezing ook een beetje aanpassen. Het is sowieso geen lezing. Ik ging namelijk vertellen... over Marc en het paradijs. Het was mooi dat Yoeri daar meteen over begon, het paradijs. Het is ongetwijfeld iets wat in Marcs werk vaak voorkomt. En wat belangrijk is. Ik ken hem nu een jaar of 25. En ik moest een beetje lachen toen hij deze lezing aankondigde. Toen hij vroeg of ik mee wilde doen. Dat het heette My Own Private Giverny. Ik dacht, ha, Marc heeft zijn zenit gevonden. Hij is er eigenlijk achter. Hoe ben ik nu? Ja. My Own Private Giverny. Baast. Het lijkt wel heel erg veel op elkaar. Hij woont er al een jaar of 10. En eigenlijk heeft hij door dat hij eigenlijk al die tijd in zijn carrière bezig is geweest... met het zoeken naar een soort eigen paradijs. Naar een hemel. Naar een perfecte plek waar hij alles naar zijn eigen hand kan zetten. Mooi, u heeft het al gezien. Wilt u er ook niet naartoe? En ik had dus een verhaal voorbereid over het paradijs. Marc en het paradijs. En ik realiseerde me ineens toen ik hier zat, of eigenlijk vooral toen ik naar Marc luisterde, dat ik daar iets aan toe moet voegen. En dat ga ik nu eerst eens even doen. Namelijk dat ik, zoals ik al zei, hem nu een jaar of 25 ken. En me altijd weer realiseer dat het werk van Marc uit 2 componenten bestaat. Maar dat realiseer ik me altijd op hele speciale momenten. Aan de ene kant zie ik zijn werk in het openbaar, schilderijen, glazen... aquarellen, u kent ze allemaal ongetwijfeld. Prachtig werk. Indrukwekkend. Je ziet de passie die erachter zit. Maar het maakt heel erg veel uit als je Marc zelf gezien hebt. Wat u net allemaal is overkomen. Dat was wel even wat, hè? Marc live. Ik vind het nogal een ding, Marc live. Dat kun je niet negeren. Ik denk dat Marc daar in dat paradijsje van hem heel erg Marc is. En dat realiseerde ik me toen ik naar hem zat te luisteren. Ik realiseerde ineens dat ik zijn werk bijzonder waardeer... maar dat de persoon en vooral het leven dat hij daar gecreëerd heeft... een component is die je eigenlijk niet mag missen. Ik ben nu op heel gevaarlijk terrein. Want u zit hier een man of 140. U kunt er ongetwijfeld niet allemaal naartoe. Dat is namelijk niet de bedoeling. Maar als je daar eenmaal geweest bent, dan snap je dat er iets heel bijzonders aan de hand is. En daar kan ik wel over doorpraten. Over die wereld die Marc daar gecreëerd heeft. Marc heeft mij net als Benno niet iets concreets gevraagd. Ik had eerst gedacht dat ik veel kunsthistorischer zou worden. Maar ik besef dat die wereld, daar gaat het om. Het creëren van een eigen wereld, met eigen wetten, eigen voorwaarden. Die heeft een hele lange traditie. En als één kunstenaar daar ijzersterk in is, dan is het Marc wel. Kijk, dan kun je wel naar zo'n paradijsscène kijken. Het ziet er geweldig uit. Het is niet helemaal baast. Ik zeg alsmaar beest. Er komt al die beesten natuurlijk. Maar je snapt wel wat de aantrekkingskracht was. De harmonie, de idylle. En vooral het buitensluiten van de wereld waar we eigenlijk altijd kwaad elke keer tegenkomen. Nog beter, deze. Hier is zelfs de mens weg. Geen mens meer te zien. En dit is natuurlijk precies de scène waar je allemaal met het paradijs associeert. Dieren, harmonie. Ja, ze zitten daarachter, hè, voor alle duidelijkheid. Ik weet wel dat ze er zijn. Maar ze komen... dat was ik even vergeten. Maar het gaat natuurlijk om die voorgrond. En niet te vergeten, want dat moet je altijd onthouden bij dit soort schilderijen. Wij kunnen erbij zijn. Wij staan erbij. We zijn dus als het ware zelf ook toeschouwer van die natuur en van de gebeurtenis daar linksachter. De zondeval. En daarom had ik bedacht dat eigenlijk dit schilderij, ik heb even 2 versies meegenomen, anders was het zo'n dun plaatje, is voor en na restauratie, voor alle duidelijkheid. Maar dat dit eigenlijk, deze scène, altijd mijn favoriete paradijsscène is geweest. Masaccio, 25. Eigenlijk vat dit het paradijs veel beter samen. Je kunt daar wel gaan lopen in die tuin en een beetje huppelen in je naki. Dat ziet er wel heel idyllisch uit, maar het is ontzettend saai. Deze scène zegt veel meer, namelijk hier worden Adam en Eva het paradijs uitgestuurd. En kijk hoe ze erbij lopen. Kijk nog eens rustig. Kijk eens wat langer. Ik vind het hartverscheurend. Dit is het leed van 2 mensen die het paradijs gekend hebben en eruit verwijderd zijn. Dat is zo erg, dames en heren. Marc mag graag over Grünewald beginnen. Dit is altijd een van mijn favoriete scènes uit de oude kunst. In de Brancacci-kapel overigens. In de Santa Maria del Carmine in Florence. Het leed dat je hier ziet en het feit dat ze, wat hier gebeurt, dames en heren, ze moeten onze wereld in. Dit vinden ze zo erg dat ze dat leed bijna niet kunnen verdragen. Over die wereld, daar gaat het allemaal om. Ik hint er al eventjes naar. Want Marc is bij uitstek een kunstenaar die een eigen wereld heeft gecreëerd. U heeft het al gezien, u heeft er al van gehoord. En het aardige is dat die wereld, misschien heb ik daarom zijn werk en zijn persoon en zijn verschijning altijd zo fascinerend gevonden, helemaal aansluit bij de manier waarop ik zelf naar kunst kijk. Ik heb er een soort kleine theorie, ik noem dat de theorette over. En dat noem ik altijd de romantische theorie. U kent het misschien wel zo'n beetje, ik ga hem lekker even doen, we hebben best nog even tijd. Die romantische theorie namelijk zegt heel veel, misschien ook wel voor mij persoonlijk. Ik mag altijd graag vertellen dat ik van boerenafkomst ben. Mijn vader had in de aardappels. En ik kreeg een belangstelling voor kunst. En als ik dan later nog eens terugkwam en over kunst schreef en zo bij mijn ouders op de bank zat, naast de buurvrouwen. En die vroegen dan weer eens, Hans, wat doe jij nou? En ik zei, ik zit in de kunst. Ja, en ik had dan nog een blokje kaas met gember. Dan zeiden ze, begonnen ze altijd een beetje ongemakkelijk te schuifelen. Of ze gingen heel erg richting de gevulde eieren. Of ze begonnen zo'n beetje te schuifelen van kunst, daar weet ik maar heel weinig van. Of ze zeiden, was ook een fijne, dat kon mijn neefje toch ook, dat kan toch iedereen. U kent ze allemaal, het hele repertoire. Het grappige is dat die romantische theorie dat heel erg goed ondervangt en je daarmee heel simpel kunt uitleggen hoe het werk van een kunstenaar functioneert en waarom het zo leuk en fascinerend en interessant en verdiepend is om naar kunst te kijken. Het is eigenlijk heel eenvoudig. We hadden eerst de verlichting, waarin de mens dacht dat hij de wereld wel zo ongeveer aankon. Het mooiste voorbeeld zijn altijd Diderot en d'Alembert met hun encyclopedie. Dat vind ik altijd zo'n ontroerend idee, dat idee van die encyclopedie. Ik had er ook nog één thuis op de boerderij, zo'n enorm boekenplankje waar al die delen naast elkaar stonden van de Winkelaar Prins. Dat was toch de tijd dat je de illusie had dat je de hele wereld in een serie boekwerken kon bevatten. Dat is een belangrijk idee, vind ik altijd. Nu met internet beseffen we dat het niet kan. Er komen altijd nieuwe pagina's bij. Je kunt oneindig surfen. Maar toen dachten we nog, in de verlengde van de verlichting, dat je de wereld kon omvatten. Nou, de romantiek, die brak daarmee. De romantiek kregen kunstenaars een ander idee. Die beseften wel dat ze zelf heel veel macht hadden, heel veel mogelijkheden. Maar tegelijkertijd beseften ze ook dat er elementen krachtiger waren dan zij. De natuur bijvoorbeeld. Die natuur leverde altijd een mooie botsing op. En dat zijn de belangrijkste romantische voorbeelden. Worstelen altijd met die natuur. Dit is een van mijn lievelingsschilderijen. Misschien mijn op één na lievelingsschilderij uit de romantiek. U kent hem vermoedelijk allemaal wel. Caspar David Friedrichs Mönch am Meer, Monnik aan Zee. En even in het kader van het slechte licht. Maar hier staat hij, die monnik, voor alle duidelijkheid. En die monnik is voor mij het perfecte symbool van de romantiek. Hij staat daar in zijn eentje op het strand. De lucht is donker, de zee kolkt, maar hij blijft staan. Want hij wil daar staan. Hij weet niet of hij moet, maar hij wil daar staan. Bijna uit een soort, misschien wel religieuze overtuiging. Misschien omdat hij God zoekt. Misschien omdat hij alleen maar staan wil. Maar hij blijft staan en hij trotseert als het ware de natuurkrachten. Dat is nou precies wat de romantische kunstenaar doet. Hij trotseert de krachten van buiten om een eigen gedachtenwereld, een eigen visie op te bouwen. Een nog mooier voorbeeld daarvan, deze ga ik lekker even overslaan, is dit schilderij. Het schilderij met de onmogelijke titel van Turner. Ik heb hem er lekker onder gezet, dan hoef ik hem niet meer na te zeggen. Een echte romantische klassieker. En hier zie je nog veel beter hoe de romantiek werkt. We zien de zee die kolkt, een apocalyptische lucht erboven. Het schip, daar aan de linkerkant, daar is het water al overheen geslagen en de eerste mensen zijn al overboord getuimeld. De vissen, hier rechtsonder, zijn al aan ze te vreten begonnen. Het schilderij geeft aan hoe krachtig de natuur is. En het is niet voor niks een slavenschip, zeg ik altijd maar. Slaven staan natuurlijk als symbool voor mensen die geen eigen macht meer hebben. Die hun eigen kracht hebben moeten opgeven. En juist zij tuimelen hier overboord en vallen ten prooi aan de vissen. Maar het mooie aan dit schilderij is dat er romantische krachten op een optimale wijze gepresenteerd worden. Want aan de ene kant denk je, wow, wat een indrukwekkende lucht, wat een indrukwekkende zee, hier kan niets tegenop. Maar dan, als je langer nadenkt, besef je dat er één kracht is die dat allemaal wel in de hand heeft. En niet zozeer God, maar die andere God in dit universum, namelijk Turner zelf. Turner is degene die hier de wetten bepaalt. Turner is degene die de verf heeft opgebracht. Turner is degene die de lucht naar zijn hand zet. Kortom, als er één iemand heerst in dit universum, dan is het Turner zelf wel. Nou, dat is in mijn ogen altijd de crux van de romantische theorie. Als ik dus weer aan mijn... Want ik denk, ik dwaal af, dat doe ik inderdaad, maar ik weet waar ik terugkom. Als ik dan weer bij mijn ouders op de bank zat, met die gevulde eieren en die blokjes kaas, en ze begonnen weer te schuiven, dan kon ik altijd zeggen, het is eigenlijk heel makkelijk. Een kunstenaar bouwt een eigen wereld. Een eigen universum. En in die wereld, in dat universum, kan de kunstenaar alle vormen, alle normen, alle ideeën en alle wetten bepalen. Als je dus één werk van een kunstenaar ziet, is dat een representant van dat oeuvre, van dat universum. En het mooie wordt, hoe meer je bij elkaar ziet, hoe meer verbanden je met elkaar kunt leggen en hoe meer zicht je krijgt op dat oeuvre, op dat universum. En daar wordt het altijd leuk. Kijk, nu was het natuurlijk heel verleidelijk om eerst hierover door te gaan als ik over Marc wilde praten. Ik zal de grappen over Trudy en de nichtjes verder achter me laten. Maar het is wel verleidelijk om even te bedenken dat Marc in zo'n wereld verkeert. Muurtje eromheen, gezellig naakt, hè? Naakt ook nog eens een keer. Huppelen, wat dieren erbij. Dit is wat je noemt een locus amoenus. Het is een Lucas Kranig de Oudere. En dit is een thema waar ik verder niet al te uitgebreid op in zal gaan. Maar dat is het thema van de afgesloten tuin. Een soort idylle waarbij je helemaal buitensluit van de wereld. En daarin volkomen gelukkig kunt zijn. En dit is een soort tuin der lusten zoals jullie zien. Maar dan niet voor niks met zo'n muur eromheen. Aan die wereld moest ik een beetje denken. En aan die wereld bleef ik maar denken toen ik dacht, wat moet ik nou vertellen over Marc? Want hoe verhoudt hij zich toe, die wereld van buiten? Ik realiseerde me eigenlijk, daarom zitten we hier ook wel mooi bij elkaar, voelt u, we zijn lekker bij elkaar zo met z'n allen, dat we een beetje in die wereld van Marc zijn gekropen. Maar dat daar ook het grote probleem zit. U heeft Marc zelf gehoord, u heeft Benno gehoord over de wijze waarop Monet naar de wereld kijkt. Marcs werk heeft als grote dilemma altijd dat hij een soort perfecte wereld wil optrekken voor zichzelf. In zijn oeuvre, in zijn werk. Maar tegelijkertijd moet worstelen met die buitenwereld. Want die is er nog steeds. Ik weet nog wel dat ik altijd, als ik bij Marc geweest ben, dat ik altijd een gevoel van verlies voel. Dan ben je daar geweest, bij hem en Trudy. En dat is heel erg aangenaam. Je voelt je een klein beetje zoals Adam en Eva op die Masaccio fresco. Als je daar weg moet, denk je altijd, oh nee, ik wil niet. Want het is zo prettig. U denkt dat ik me aanstel. Maar het is echt waar. Het is daar echt een idylle. Trudy zit te lachen, die vindt het maar niks. Maar ik heb wel gelijk. Hier nog maar eventjes, komt u nog maar even voorbij. En hier zie je Monet ook. En het interessante is natuurlijk dat hoe verhoud je je tot die wereld en hoe verhoudt Marc zich tot die buitenwereld? Daar zit volgens mij de grote spanning. Want aan de ene kant, u hoort het wel, is hij gepassioneerd over wat hij zelf maakt, hoe hij dat doet, hoe hij het wil uitvoeren. En tegelijkertijd houdt hij zich voortdurend bezig met die wereld daarbuiten. Maar die kan hij niet besturen. Daar kan hij niet mee omgaan. En in die spanning, daar gebeurt het volgens mij bij Marc Mulders. In die spanning stuurt hij zichzelf op. Daarom wil ik deze nog even laten zien. Want het is niet voor niks dat ik die romantische theorie erbij haalde. Het al een paar keer over God had en een paar keer over geloof. En niet voor niks is Van Gogh een van de grote voorbeelden geweest voor Marc altijd. Het mooie aan Van Gogh was, was een tijd dat we dat vergaten, het wordt minder, dat hij enorm gelovig was. Van Gogh wilde inderdaad ook proberen een eigen wereld te scheppen en als het ware in zijn werk de schepping vieren. Laten zien, zeker in zijn vroegere werk, en laten zien hoe machtig en prachtig hij Gods schepping vond. Uiteindelijk belandde hij in een inrichting, om het maar even zo te zeggen, in Saint-Rémy in een Arles. Dit is een prachtige schilderij, omdat het hetzelfde doet als die Locus Amoebus. Hij zit daar in die tuin, maar de muur eromheen heeft hem van de buitenwereld afgesloten. En Van Gogh had in die zin dezelfde ambitie als Marc. Marc vindt het altijd vervelend om met één zin in Van Gogh genoemd te worden, omdat hij bang is dat we hem dan met Van Gogh vergelijken. Dat snap ik wel. Maar qua ambitie en verhouding tot de buitenwereld lijkt het wel een beetje op elkaar. Lees de brieven van Gogh en zie hoe gepassioneerd hij bijvoorbeeld bezig was mensen naar zijn gele huis te krijgen. Hij had dat gele huis, daar zie je het weer een afgesloten ruimte waar die collega's naartoe wilden halen. En die moesten allemaal met hem meedoen en ook zo'n prachtig werk gaan maken. In dezelfde vaart ter volkeren opgestuurd worden. Nou, daar zou je Marc een beetje mee kunnen vergelijken. En niet voor niks heeft hij een interessante verhouding tot religie. Marc is heel lang katholiek geweest, zoals u weet. Ik moet hem altijd elke keer als ik vraag, ik vraag het net niet concreet, maar zeg ik altijd, ben je vandaag katholiek of ben je het niet? Het wisselt een beetje. Maar ik geloof dat hij niet meer bij de kerk zit. Maar je kunt je vanuit Marcs visie heel goed voorstellen dat hij gefascineerd is door religie. En juist door die verhouding tussen het aardse en het hogere en de wijze waarop je dat verband tot stand kunt brengen. Kijk, de schilder na gedane arbeid. Ik heb altijd het gevoel, ik vond het zo'n goede foto. Omdat hij daar zo'n handdoek om heeft, is net of hij nog van jiu-jitsu komt. Vindt u ook niet? Hier is echt hard gewerkt, hier is gestreden. En ik denk dat we hiermee wel een beetje de kern raken van waar het om gaat. Ik zat natuurlijk enorm te balen, want Marc gaf het aan het begin al een beetje weg. De crux zit hem in het woord tuinieren. Ik denk inderdaad dat Marc, zoals Jezus, zoals Van Gogh, tuinieren dat het woord is, dat als je dat goed in je hoofd prent, dat je snapt waar Marc en zijn werk mee bezig is. Marc heeft een eigen wereld waarin hij tuiniert. Schilderen is tuinieren. Schilderen is het doek bewerken. Schilderen is het glas versieren. Schilderen is bloemen naar je hand zetten, tuinen bouwen, reeën tonen, de ingewanden van de dieren tonen. Het is als een tuinier die worstelt met de natuur en beseft, dat is ook niet onbelangrijk, dat wat hij doet nooit voor eeuwig zal zijn. Marc is een schilder die er heel veel van bewust is dat wat hij doet zo goed mogelijk moet doen op de plek, op de tijd waarin hij het doet. Maar tegelijkertijd beseft dat hij de wereld daarmee niet volledig kan veranderen. Maar juist in die spanning, in die confrontatie, daar gebeurt het allemaal. Daarom inderdaad eerst maar eens een paar van die bloemendoeken. Want als je die weer ziet, en zeker als je ze in het echt ziet, deze is niet helemaal scherp, en excuses, dan zie je pas hoe dat tuinieren voor hem werkt. Zeker in zijn vroege werk, dan kon hij een verftoets zetten en dan vervolgens ging hij in die toets weer door. Ja, de vergelijking is te mooi. Een boer die eerst de akker omploegt om daar vervolgens iets in te zaaien zodat het op kan komen. Dat zie je heel sterk in Marcs werk en dat gaat ook nog wel even door. Bijvoorbeeld in deze, dat is wat recenter, die rozen. Kijk maar hoe die toetsen in elkaar zijn en kijk maar hoe die het land, de akker, het doek bewerkt. Nog mooier zijn misschien deze wel, want hier, en dat realiseerde ik me ook weer toen hij me net uitnodigde, hier is de tuin al helemaal concreet geworden. Het paradijs, de afgesloten ruimte is gaan verwerken door vooral naar islamitische tuinen te kijken en die te verwerken in doeken waar aan de ene kant bloemen terugkomen, bloemen die verder geabstraheerd zijn, maar waarin je ook een soort structuur gaat aantreffen. De structuur inderdaad van een al dan niet islamitische tuin en daar vindt natuurlijk exact diezelfde confrontatie plaats tussen natuur en cultuur, tussen het beheersbare en het onbeheersbare, tussen de buitenwereld en de binnenwereld. Al die elementen die je in Marc Mulders' oeuvre telkens ziet terugkomen. Maar ik denk, want ik ga het niet te lang maken, want jullie zullen ongetwijfeld redelijk murf gesproken zijn, dat het glas wat Marc maakt wat dat betreft heel veelzeggend is. Marc mag het graag hebben over licht, over het tonen van licht, het doorlaten van licht. Zelf denk ik dat die ramen zo prachtig in zijn oeuvre passen, omdat ze de barrière tussen binnen- en buitenwereld perfect verbeelden. Het glas dat Marc maakt is aan de ene kant de manier waarop hij de buitenwereld toont wat hij van binnen aan het doen is. En omgekeerd kan die relatie ook werken. Het glas is deels transparant, het laat het licht van buiten naar binnen. En daardoor is het als het ware die muur tussen die twee werelden die hij laat zien en op zijn manier heeft opgetuigd. Met zijn bloemen, met zijn tuinen, met zijn dieren. Ik vind het altijd prachtig werkt. Er is het Erasmusraam, dus een voorstuur daarvan, in de Sint-Jan in Gouda. En probeer maar eens te kijken dat je daar voor staat, voor het echte raam dan. Het is een prachtige wereld waar je helemaal in kunt verdwijnen. Maar je beseft ook dat daarachter een andere wereld is waar je nog naartoe kunt. Weer die grens die Masaccio al zo prachtig verbeelde. Hetzelfde voor deze. Voorstudie voor het raam Het Laatste Oordeel. En hier komen opnieuw al die elementen in mijn ogen bij elkaar. Het laatste oordeel is niet voor niks de apocalyps. Het allerlaatste moment van de wereld. Het oordeel gods. En het feit dat een kunstenaar als Marc met dat soort dingen bezig is, religie, het zelfbeheersen van de wereld, het veranderen van de wereld, is denk ik cruciaal om te denken over hoe die werkt. En misschien is dat wat ik wel zo mooi vond en wat ik me pas realiseerde toen ik hier zat en Marc weer aan het praten zag. Dat hele samenspel van Marc als persoon, Marc als bevlogen romantische kunstenaar. Ik zie hem daar zo staan, dat Friedrichs schilderij, schreeuwend tegen de wereld. Aan de andere kant, hoe hij zich in die wereld probeert op te laden om zoveel mogelijk dingen naar buiten te brengen waar de wereld zich hopelijk iets van aan zal trekken. Waar de wereld misschien wel mooier van wordt. Beter. In ieder geval anders. Ik vind het beeld heel interessant dat hij daar zit in die zelfgekozen wereld en af en toe probeert naar buiten dingen uit te zenden. En dan raakt hij mensen, mensen zoals mij, mensen zoals hopelijk jullie. Zoals gezegd, ik hoop dat jullie dit korte verhaal niet beschouwen als een uitnodiging nu allemaal naar Baas te trekken en daarbij Marc en Trudy op de poorten te kloppen. Want u snapt, dat kan niet, want dan is de idylle permanent verstoord. Het gaat juist om die balans waarin Marc en Trudy zichzelf in hand moeten houden en op die manier optimaal dingen naar buiten kunnen sturen. Ik dank u hartelijk voor uw aandacht. Kijk goed nog naar zijn werk en ik wens u verder een fijne dag. Ik wilde eigenlijk even met jullie beiden, Benno en Hans en Marc, napraten. En Marc ook. En misschien zijn er nog wel een paar mensen die iets te vragen of te zeggen hebben. Zo direct ook nog. En daar gaan we even drie stoelen voor halen. Zijn ze weer aan? Nou... Iemand heeft er eentje weggehaald. Oh, niet erg. Dus jullie mogen hier beide op gaan zitten. En dan... Ga ik er tussenin staan? Ja, graag. Goed idee. Misschien even beginnend. Beide zeer hartelijk dank voor deze bijdrage. Op verzoek van Marc. Het lijkt me een moeilijke opdracht. Want het is, je kan... als je over hem praat, natuurlijk is een mer à boire. Het is, je kan alle kanten ermee uit. Maar deze kant ook zeker. Maar ik wil even met iets anders beginnen. Jij bent er 72, jij bent 68, ik ben 67. Volgens mij zijn we alle drie min of meer leeftijdsgenoten dus. En alle drie groot getroffen en groot fan van het werk van Marc Mulder. Zou daar iets... generationeels in zitten? Want die daarboven mocht het niet. Of is dat een verkeerde conclusie? Ja. Nee, ik ben het wel mee eens. Ik weet het, toen ik begon als kunstcriticus en Marc leerde kennen en hem geïnteresseerd. Wat is er? Dat ik... Nou, dat was niet... ik ervoer in ieder geval een soort sociale druk vanuit de kunstwereld dat het niet helemaal de bedoeling was om Marc nog heel erg geweldig te vinden. Dat heb ik het over 25 jaar geleden. Sommigen zijn het er niet mee eens. Nou, dat mag graag. Weg, het is altijd heel goed als mensen het niet... Maar zo heb ik het in ieder geval persoonlijk ervaren. Ik wil hier gewoon algemene waarheid ventileren. Daar kwam ook nog wel een flinke vlug katholicisme bij. Er zijn nog wel een aantal dingen. Dus ik vind dat wel een beetje... Benno? Nee, voor mij niet. Maar ik denk dat dat heeft meer te maken hoe ik naar de kunst kijk. Dus ik vind die algemene blik niet zo interessant. Ik merk dat ik juist vaak, als er een algemene blik is, dat ik er vaak probeer naast te staan. En juist naar de andere kant te kijken. Dus toen ik bijvoorbeeld kunstgeschiedenis studeerde, was het bonton dat je de moderne kunst koos. Dat heb ik in het begin ook wel gedaan. Maar juist omdat iedereen dat deed, dacht ik, ja, ik vind die 19e eeuw dus eigenlijk spannender. Dus ben ik me meer gaan richten op de 19e eeuw. En ik weet nog, toen ik studeerde was jouw werk enorm aanwezig. Heel zichtbaar. Ook inderdaad, niet alleen in Tilburg, maar ook in Amsterdam, in Rotterdam en op andere plekken. En het was wel werk waarover gesproken werd tijdens de studie ook, door studenten. En wat je vaak hoorde was, het heeft misschien met een andere tegenstelling te maken. Ik weet niet of die religie daar zo belangrijk in is, maar volgens mij heeft het te maken misschien wel met de tegenstelling waar ik mee begon, het Apollinische en het Dionysische. Dus het heeft te maken met bravoer of iets durven tonen. En het heeft te maken met een soort terugschalen naar een concept. En dat terugschalen naar dat concept. Ik denk dat in de periode dat ik studeerde dat wel in Nederland het failliet ongeveer kende. Dus Nederland was zo dol op dat terugschalen naar dat concept. Je voelt het nog steeds wel een beetje. Maar daardoor werd heel veel gemist. Dus het Apollinische had een tijd lang gewonnen in jouw... Nee, juist, absoluut. Ja, zeker. Ja. En dan dat bravoure, dat Dionysische... Je ziet het nog steeds. Dus Nederland heeft nog steeds moeite met het werk van Damien Hirst of Jeff Koons. Dat is nog steeds iets wat men moeilijk vindt in Nederland. Ook weinig getoond wordt... En daar kan je wel heel veel redenen voor geven. Maar ik heb er in Nederland eigenlijk nooit de goede reden voor gehoord. Het zijn altijd clichés van modernisme en Calvinisme en zo. Of dat waar is, weet ik niet. Maar daar wordt het altijd teruggevoerd. Ja, maar dat bedoel ik dus juist niet. Ik heb het meer over virtuositeit. Dus durf je bravoer te laten zien. En een groot deel, zeker bij schilderskunst, zit natuurlijk ook in het plezier van het schilderen. We hadden laatst een tentoonstelling over... de tachtigers, dus de periode 1890 hier, met name in Amsterdam, met Breitner, Isaac Israëls. En de opening bij ons in het museum werd gedaan door Tjebbe Beekman, die nu trouwens een tentoonstelling heeft bij Stichter Galerie hier in Amsterdam. En Tjebbe hield het openingspraatje en ik liep met hem voor de opening over de zaal en hij stond voor een schilderij van Breitner. En hij kon eigenlijk alleen maar vloeken, omdat hij zei, ja, dit is wat het is. Die oude Breiter, die kon het toch heel goed. Ja. En ik denk dat dat heel mooi is. En dan kan je het ook nog, je kan heel veel kunsthistorisch zeggen over de onderwerpskeuze, maar het gaat over hoe het geschilderd is, uiteraard, uiteindelijk. En als ik mijn eigen vak een beetje kritisch mag beschouwen, te veel kunsthistorici die verdwijnen in de duiding van het werk of in het plaatje en niet in hoe het werk gemaakt is en wat de intentie misschien is van het werk. En ik denk dat daar toch vaak de crux en de sleutel zit. En dat is bij, in het geval van Marc, voel je dat heel erg belangrijk is. Dat maken. Jij had een soort beeld van de werker, de arbeider. Dat vond ik een heel mooi beeld, omdat dat voel je in dat werk. Het is niet met assistenten gemaakt. Nee. Het is echt door de kunstenaar zelf gemaakt. Nou, de drie nummers die ik dus liet horen, dat zijn natuurlijk toch drie... bij het binnenlopen, hè? Ja, Billy Bragg en Hooray for the Riff Raff. En Bonnie. En zo kun je, je kunt aan Bruce Springsteen, whatever, denken. Maar dat nummer Let All the Flowers Grow, dat gaat terug tot Pete Seeger, een van die eerste volkjongens. Ik bedoel, dat is natuurlijk ook een aspect. Het sociale, het socialisme, het ageren tegen de... perverse kapitalistische prikkels, wat nou een ding wordt in de nieuwe economie. Wat ik dus heb meegemaakt in mijn strijd tegen de intensieve veehouderij in Brabant. Heb je persoonlijk meegemaakt bij je woont in Brabant? Hè? Ja, en heb ik gestreden. Dat je dus ook als persoon, daar waar je kunt, of je nou lerares bent of timmerman of criticus... altijd weer zul je de oefening moeten maken. Daarom ook mijn terugkoppeling steeds naar die spiritualiteit. En inderdaad ben ik mede mysticus, inderdaad, Augustinus. Waarom lees je Augustinus elke dag? Omdat het eigenlijk een rap is. He, ik heb vroeger ook alle ghetto-raps gedraaid. De tijd van Erik Andries. De bekende rapper Augustinus? Nou, eigenlijk is het inderdaad een rap, wil ik zeggen. Dus ik draaide inderdaad. He, en dan kwam ik, inderdaad, ik was een opgewonden standje. Maar dat was Erik Andries ook. He. En dat waren we samen. En Erik werd ook niet gepikt in die dagen. Maar we hadden ook een gemeendes Paris en Ice Cube natuurlijk, Snoopy Dogg. De rap van de eerste uur draaien. En waarom was die rap zo goed? Omdat ze natuurlijk, wat jullie, met dank voor het compliment, dat het natuurlijk ook gaat als je je werk arbeidt. Dat is vanuit een fundament van ook wel, tussen aanstekens, woede moet ontstaan. Dat is natuurlijk bij de rappers ook geweest. Maar wat doen die rappers? Ze zien de misère, maar ze gaan er niet over schrijven, ze gaan over zingen in een opzwepend tempo. En dan kunnen ze nog geniaal mixen ook. Dus je wilt dansen en je hoort een boodschap. Dat deed Augustinus ook, ja. Behoorlijk Dionysisch dan. Ja, want Augustinus kon dus over het geheim van... oh, er is een god. Oh, hij stuurt zijn zoon naar beneden. Oh, die moet mens worden. Ja, want als je hem slaat, dan voelt hij dat net als wij. Want wij zijn gewone mensen. Dus de vader laat zijn zoon... Nou, dat gaat hier allemaal gaat even te ver. Maar die mystiek is dus fascinerend. En die omkering, dat draait Augustinus constant om als een rapper. En dat is dus een aspect... En dat, dus dan komen we in de eind jaren 80. We hebben de punk gehad. Hè? De Nieuwe Wilden zijn nog geweest. Die waren ook nog boos. En daarna komt er toch veel conceptuele kunst. En vanuit een postmodernistische hoek. Dus wat eigenlijk zonder uitspraken gaat over spiritualiteit en moraal. Daar krijgt de kunstmarkt ook nog eens greep op. Dus je krijgt een... De kunstenaars, en dat is natuurlijk heel interessant, maar dat is ook een andere avond, BTX-groeven en het stedelijk museummechanisme en de interactie met de financiële wereld. Maar je zult nog altijd een rebel moeten blijven. En juist in ons gebied, daarom was ik boos, want dan schrijf je... Hoorde ik jou nou zeggen dat natuurlijk dat vooral van BTX-groeven komt omdat ze iets gaan heulen met de toplaag? Maar ik wil eerst even dit zeggen. Dat vond ik wel interessant. Ja. Ik wil eens even dit zeggen, gaan we verder ook niet op in. Maar dan staat er ineens in NRC, Mulder schild voor een betere wereld. En verder inderdaad, ja, je bent sentimenteel, Julia Iglesias, Music Millions, Ayatollah, whatever. Maar de kop is interessant, Mulder schild voor een betere wereld. Dat is denk ik, wanneer is dat geweest? 20 jaar geleden. Als het morgen in de Volkskrant staat, denk je, Jantje, cool, betere wereld, moet je doen. Toen was ik dus verdacht, omdat je überhaupt al dacht... Nou, dat gaat niet over deze persoon die dat heeft geschreven. Dat gaat over een tijdscultuur in Nederland, West-Europa. Daarom ook de clash met de islam. Maar dat wij inderdaad watjes zijn geworden, in zekere zin. Dus je mocht al niet meer als kunstenaar uitspreken met je compassie, met je engagement. Dan was je al sentimenteel. Daarna is dat overgenomen door... ik wou haast zeggen bijna inderdaad kapitalistische kunstkrachten. En is het dus inderdaad kunst moeten gaan worden die vanuit een installatie en een toe-eigening... en een citaat van Baudrillard en Foucault, als ik nou chargeer... werd een podium gecreëerd om een soort niet meer beeldend kunstwerk te lanceren... maar een verbaal kunstwerk. Voor insiders toegankelijk. En dat is natuurlijk geëscaleerd. En daar komt een mechanisme als Beatrix Roef met haar vrienden uit Zurich natuurlijk wel uit voort. Te cerebraal, zeg maar. Geen ambacht meer. Cerebrale kunst geworden. En ook een verkokering en ook een heulen toch wel met tussen aanstekens de vijand, het kapitalisme. De kapitalistische prikkel. Het is natuurlijk toch... Nou moet ik natuurlijk helemaal oppassen, maar het is natuurlijk toch... Ja, daarom vragen we even door. Ja. Als je Obama na-aquareleert in 5 minuten, een foto... en hij is al bestemd voor de Aziatische markt... of Tuymans maakt een schaalschilderij van een tegelband... en daar komt dan wel iets van de Holocaust of een titel bij... en dat gaat dan naar een prijsniveau, zoals inderdaad... Hè, we maken nu met de bitcoins en de tulpenmanie maken we nu vergelijkingen... maar de vergelijking is natuurlijk ook de tulpenmanie en de... kapitalistische kunstmarkt nu, de Baselwereld, Dubai, is natuurlijk fascinerend. En dat is natuurlijk... Ja, ik hoop dat de jongere generatie toch weer iets meer power toont en afkeer van die kapitalistische prikkels. Van Trudy moeten we er nu over ophouden, geloof ik. Dat gaan we ook doen. Maar misschien zijn er mensen die iets willen vragen of zeggen hier in het publiek. Dan kan de microfoon naar jullie toe komen. Maar dan nog even. Ik dacht dat, dat ik hier gezien had, menen gezien te hebben eigenlijk nu tot nu toe, dat Marc Mulders ook gewoon opgegroeid is. Hè? Van de boze jongen met de jiu-jitsu en vechten. En begon zelfs met op de bek slaan ooit in schooltijden van, een jongen, van de pesters van de pesters. Hè? Van de pesters van de jongens die gepest werden. En zo. En als je dan dit zo ziet, dan denk je, nou, het is eigenlijk een transitie naar mystiek en schoonheid. Nou, je moet het toch corrigeren, hoor. Maar dat is niet waar. En als je dit hoort, die woede is totaal niet over. Of? Ja, weet ik, wat ik altijd, een van de dingen, ik bewonder wel meer aan Marc, maar een van de dingen die ik zeer bewonder is die voortdurende, ja, het vuur wat maar blijft, het opflakkeren is het goede woord niet. Het vuur dat is heel hoog en af en toe is het nog hoger. Marc weet altijd weer op allerlei manieren, het is bijna niet uit te leggen. Hij vindt altijd weer dingen in de wereld waar hij zich aan kan laven, waar hij zich aan op kan trekken, waar hij zich boos over kan maken. Ik vind het zo mooi als hij begint over de jongere mensen. En denk ik, ja, maar die jongere mensen komen nooit meer boven jou uit in energie. Want de oprechte, diepgewortelde energie die zich wil verhouden tot de wereld, ja, maar die is zo krachtig, dat vind ik heel bijzonder. En ik denk dat dat een van de redenen is waarom hij hier ook zit, zo kan praten en zo ook werk kan maken. Ja, de woede is ook niet over. Nee. Als ik hem spreek, dan is er altijd wel weer iets. Nu merk je het, hè? Er zijn altijd ook steekwoorden waar die, en daar kan hij ontzettend druk om maken. Maar het is elke keer iets anders. En zo blijft die energie gaan. Dat is geweldig. Het is echt bijzonder om dat te zien. De kern is dat ik me verbaas. En, hè, ik ben ver van een engeltje. Ik verbaas me over het feit dat alle problematiek vandaag de dag, en wat ik net even aannoemde, mijn kritiek op op het kapitalistische niveau in de kunstmarkt. Maar dat kan ook zijn het grote dossier over de mestfraude nu ineens, waardoor 2/3 van de boeren, wat ik natuurlijk al lang wist, ik heb ze tegengehouden, die tractoren. Oké. Jij hoeft hier niks te vertellen, je had het al gezien. Hè? Ja, maar wat ik dus, waarom ik verbaas me steeds over het ontbreken van je persoonlijk kompas met betrekking tot je naaste. Als ik direct 3 assistenten heb en ik heb nog meer chemisch afval, moet ik toch nadenken wat dat betekent voor mij, voor de grond om me heen, voor de buren. Je denkt toch na over je daden. En bijna alle problematiek vandaag de dag is terug te creëren. Dus ook wat ik net even aannoemde, het moreel kompas met betrekking tot de kunstwereld. Dat kan de intensieve veehouderij zijn. Waar is het persoonlijk kompas? Waar wordt het nog geoefend? Nu we religie onder de grond hebben gestopt. Daar is ook die clash met de islam natuurlijk mee te maken. Omdat een waarachtig islamiet wil zich nog wel oefenen, middels de Koran en de Soefi en whatever. En jij verwondert je over het ontbreken van veel persoonlijk moreel kompas, zeg maar. En de oefening daarvan. Ja. En daar is heel veel op terug te herleiden. Want als je voor je spiegel staat en je gaat 3 keer nadenken, heb ik niet iemand te veel uitgescholden? Heb ik niet iemand te veel dit gedaan? Ik heb toch echt gefraudeerd gisteren? Ach, whatever. Het is toch 1 en 1 is 2. En dat blijkt ook in de politici. En dat is terug te koppelen op het schilderkunst. Dus via de schilderkunst wil je dus een wereld creëren. Wat ik net ook al zei, dat die abstract moet zijn en dat die zonder een uit... Hè, mijn raam voor Erasmus dacht ik ook, dat moet abstract zijn en die kosmos verbeelden, omdat... in deze tijden van het eigen gelijkdenken te hebben, is het goed dat de kunstenaar vergezichten laat zien waarin het niet gaat om het weten, maar om de oefening om te komen tot eventueel het weten van het goede. Dus ga je naar die abstractie. Daarom ook mijn laatste verhaal nog even bij het laatste schilderij. Dus die abstractie kan een genereus vehikel zijn om weer onze gedachten te herijken. Daar zie ik wel een missie. Aandacht voor om de kennis te krijgen van het weten van het goede. Ik denk dat Augustinus het bijna zo op had kunnen schrijven. Ik zei het net al, maar misschien is er iemand die iets wil vragen. Het hoeft helemaal niet, maar het kan wel. Dus jammer als iemand had gewild. En anders hebben we zo direct een borrel. En daar is daar ook mogelijk om nog te praten. En te, met frietjes, absoluut. Met frietjes op verzoek van Marc Mulders. Laatste mogelijkheid dan toch nog Benno. Benno, jij als ook wel een onderdeel van die wereld van die abstracte kunst en dat grote geld. Dus hoe kijk je daar tegenaan, tegen de woede van Marc Mulders net over? Nou, ik denk, daarom probeerde ik ook in het verhaal dat ik vertelde over Monet te zeggen, dat er vaak naar een kunstenaar op een hele clichématige manier gekeken wordt. En heel veel kunstenaars maken heel veel stappen door in de periode dat ze werk maken. Dus het is niet, een kunstenaar is vaak niet eenduidig te vangen. En dat geldt ook voor uiteraard voor Marc, maar ik denk voor heel veel kunstenaars. Dus ik vind het zelf altijd interessant om popmuziek erbij te halen. In de popmuziek ken ik bijna geen goede voorbeelden van een muzikant of een groep die langer dan een decennium interessant blijft. Ze gaan nog wel soms 40 jaar door, maar het wordt nooit meer de kwaliteit of nooit meer zo interessant als ooit. In de beeldende kunst is het bijna omgekeerd. Hoe langer een kunstenaar bezig blijft, vaak hoe beter het werk, hoe beter het oeuvre wordt. Ja. Ik ken heel weinig kunstenaars die maar 1 of 2 goede schilderijen of werken hebben gemaakt en daarna nooit meer. Ze zijn er natuurlijk wel, maar het is echt een uitzondering. En in de popmuziek is het juist omgekeerd. Dat vind ik een interessante tegenstelling. Dus ik denk dat het bij de kunst hoort. Dan je vraag over het kapitaal of het geld. Ja, kijk, er is natuurlijk vergeleken met andere kunsten. Het is niet helemaal waar trouwens, het is een beetje een vereenvoudiging. Nee, laat ik wat anders zeggen. Kunsthandel en een verkoop van kunstwerken, dat heeft altijd bij de kunstwereld gezeten. Ik denk wat op dit moment het verschil is, dat er nu een tijd is dat er een aantal hele grote verzamelaars zijn die sturend zijn. Dus de sturende rol van musea is op dit moment niet zo aanwezig. Wat niet erg is, want het biedt weer mogelijkheden voor musea. Dus musea kunnen ook uit die globaliserende wereld stappen. Precies. En kunnen ook zeggen, wij kiezen voor andere dingen. Dus een simpel voorbeeld, en sorry dat het over het gemeentemuseum gaat, maar daar kan ik het makkelijkst over praten. Volgend jaar organiseren wij een tentoonstelling over Jean Brusselmans, een Belgische kunstenaar. Vind ik fantastisch werk. Ik ben een groot liefhebber van die kunstenaar. Ik weet zeker dat die tentoonstelling enorm veel indruk gaat maken op heel veel jonge kunstenaars. Met name schilders uiteraard. Maar dat die gaan daar iets zien. Ik denk dat de meesten het niet kennen. En die gaan iets ontdekken daar. Ik denk dat dat voor ons als gemeentemuseum, binnen dat grote scala van musea in Nederland, waar heel veel kan gebeuren. En ik ben blij dat ik niet het enige museum in Nederland ben, maar dat er meer zijn, waardoor wij dit standpunt kunnen innemen. Maar daardoor kunnen wij iets tonen wat eigenlijk in die zin geen onderdeel uitmaakt van het grote geld, maar wel enorm veel impact heeft. En dat is het mooie, daar moest ik net ook aan denken toen jij aan het praten was, Marc. Het werk van Marc zal over 200 jaar ook nog bestaan. En wij allemaal niet meer. En ik denk dat is, nou ja, dat zegt heel veel. Op deze vrolijke noot wil ik graag afsluiten. Ik wil in eerste instantie Marc Mulders ontzettend hartelijk danken dat jij hier gekomen bent. Maar ik wil één ding zeggen dan. Ja, dat mag zeker. Je wil één ding hierover terug zeggen? Ja, dat is natuurlijk heel mooi. Ik ben dus heel dankbaar. Maar dat raakt dus ook een kern waar ik dus juist, en wat Hans ook heeft benoemd, om werk. En dat het dus ook nu gaat om dit moment hier samen. En het verbond, ik zal niet te eufemisten, die zijn christelijke taal nu bezigen. Maar het gaat natuurlijk wel om dit moment en deze verbondenheid. In deze 2 uren. Dus wat ik wil zeggen is, en dat is ook beroemd, de kathedraalbouwers hadden niet een beroemde naam. Dus daarom even mijn uitstapje, wat ik inderdaad niet te vaak mag doen van Trudy, omdat het een soort politieke kant op gaat en niet de schilderkunstige kant die vandaag centraal ook stond. Maar daarom dat uitstapje even. Maar dat dus, de kathedraalbouwers waren, zoals wij weten, niet Piet of Henk, die hadden hoogstens een teken op de steen. Die waren anoniem. Dus de bescheidenheid. Dat jij als persoon, whatever je doet, in al je bescheidenheid. En de een heeft een heel sensationeel leven, de ander een heel eenvoudig leven. Dat daar in die momenten de voldoening ligt. En de vervolmaking, om dat religieuze woord te gebruiken. Dus natuurlijk gaat het er niet om nu, daarom het uitstapje in mij. We kunnen nu een beetje terugkijken op Cobra. Wie was van Cobra belangrijk? Is Jorren belangrijker als Karel Appel? Dat is interessant, kunsthistorisch, het is picturaal interessant. Ook over de tijdsgeest. En het is natuurlijk ook een aspect met betrekking tot de kunsthandel. Wat zal bij Christie's nog het meeste doen? Maar het gaat er natuurlijk nu juist om, en daarom ook nogmaals weer terugkeren naar die zangers die ik heb laten horen, of die als opmaat speelden. Het gaat natuurlijk juist om dat je nu in alle bescheidenheid hier op de werkvloer het doet. En of het product wat je maakt iets zal betekenen voor volgende generaties. Hè? Ik heb ook ramen gemaakt die slecht zijn. Dat vind ik het ergste. Die schilderij die kan ik soms terugkopen en vernietigen. Maar die ramen die ik heb gemaakt, die ik minder vind, dan ben ik natuurlijk heel gekleurd. Maar ik moet er niet aan denken dat volgende generatie dat nog goed vinden. Beeldenstorm. Ja, een raam van mij mag echt na 30 jaar vervangen worden. Dat meen ik. Ook de goede? Zeg je? Ook de goede raam? De goede mag ook. Dus... Ik zou die stenen een beetje te buurt houden bij hem, geloof ik. Ja, stenen heb ik wel eens... Stenen heb ik wel bepaald. Ik heb, dat was natuurlijk heel flauw, maar ik ben heel boos geworden op het bestuur van de Sint-Jan-kathedraal. En toen dacht ik wel, ik ga mijn eigen raam in gooien, ja. Maar dat is natuurlijk heel kinderachtig. Maar goed, ik sta nou ook op de index bij hun, dus ik kom er toch niet meer in. Wel mooi dat vorm en inhoud dan helemaal met elkaar in overeenstemming komen, dat je eigen raam in gooit. Dus mijn slotpunt is dus toch, Yoeri, dat die vooruitblik, met alle respect voor wat Benno zegt, juist voor mij niet relevant is. Dat het juist om het nu gaat. En wat je kunt betekenen, wat voor iedereen natuurlijk geldt. Dus er is een heel soort verkeerd soms perspectief op als... En daar zijn de katholieken natuurlijk helemaal goed in geworden door aflaten te gaan creëren. Het moet nu gebeuren op de werkvloer, vandaag en morgen. En daarvoor heb je oefening nodig. Dat kun je overal halen. Want zijn maar dit en daarvoor is al zo'n pak aan wijsheid vooraf gegaan. En dan kunnen we ons aan laven. Maar dat historisch perspectief, die kunsthistorisch perspectief, uiteindelijk leidt het af van dat het nu, hier, daar, op dat moment geschilderd en gemaakt moet worden. En dat is jouw echte aandacht. Mijn kritiek op het mechanisme vandaag de dag, maar dat is een andere avond, ja. Nou, dat is mooi. Dat, ook daar, dat is ook op deze maand zou ik graag willen afsluiten. Dat is maar een uitnodiging voor een volgende. Er is ook al een volgende beeldbepalers. Ja. In aantocht. Volgend jaar gaan we er weer 4 maken. De eerste met Rieneke Dijkstra. We weten nog niet wanneer, maar wel volgend jaar. Ik wil jullie alle drie heel hartelijk danken om mee te doen aan dit experiment. Want het is altijd een experiment. We weten niet precies wat er gebeurt op zo'n middag. Is het in dit geval. We weten wel dat we het met zeer veel zorgvuldigheid hebben voorbereid. Jullie sprekers, allebei, en Marc Mulders, heel hartelijk dank dat je daar mee durft en wil doen en gedaan hebt. Daar zijn we je hartelijk dankbaar voor. We zijn natuurlijk het Mondriaan Fonds zeer dankbaar. En Jan de Mosselman, redacteur van de Bali, die dit allemaal heeft voorbereid en in elkaar gezet. Gaat u nog niet weg, hierachter is een borrel, zo dan drinken we samen een borrel. Daar is een prachtige bloemenversiering die we gehoopt hebben enigszins in de sfeer van Giverny en Marc Mulders in elkaar gezet te hebben. Hartelijk dank nogmaals voor uw komst en graag tot de volgende keer.